van BTW, die met vrijstelling van BTW aan het werken zijn, die onder de 25.000 euro omzet blijven, maar ook geen recht op aftrek BTW hebben. Dus ook geen BTW-aangiftes moeten doen, maar ook de BTW op hun aankopen niet in aftrek mogen gaan brengen. Nu, voor de groep, die eerste twee groepen, de grote ondernemingen en de kleine ondernemingen die BTW-aangiftes wel moeten gaan doen, ja, die zijn onderworpen aan bepaalde BTW-regelingen natuurlijk. Die moeten gaan kijken van oké, in principe moeten zij naar hun klant 21% of 12 of 6% BTW, afhankelijk van de producten of de diensten die zij leveren, gaan aanrekenen. Dus op zich maak je een factuur dat je zegt, we die maatstaf van heffingsberekening hebben we vorige week gezien, ik maak een factuur van 1000 euro, ik reken er 21 euro BTW bij, dus mijn klant betaalt mij eigenlijk 121%. Dus op zich geen probleem, maar er zijn een aantal uitzonderingsregels. We zouden België niet zijn als we effectief ook geen. Ik zit hier wel met dat vervelend scherm. This meeting is being recorded en ik kan het niet wegzetten. Ja, oké, het is weg. Dus zijn er bepaalde handelingen waar dat de BTW-diensten gezegd hebben van oké. Voor die handelingen hoef je geen BTW aan te rekenen op je factuur. En dat zijn een aantal handelingen die gepaard gaan, ofwel met werken in gebouwen, ofwel met handelingen die je gaat doen met BTW-plichtigen of ondernemingen in het buitenland die in EU-lidstaat gevestigd zijn of die buiten de EU gevestigd zijn. Dus dat zijn een aantal uitzonderingen waar dat Europa ons opgelegd heeft om het vrije verkeer van goederen en diensten mogelijk te maken, zonder en dat de BTW in het juiste land wordt afgedragen waar dat moet afgedragen worden. Concreet wil dat zeggen, als je gaat werken gaan uitvoeren of diensten gaat presteren voor mensen in de EU-lidstaat, kan je zonder BTW gaan factureren. Ik ben een Belgische accountant. Ik ga dienstprestaties leveren voor een Nederlands bedrijf. Dan mag ik een factuur opmaken zonder BTW. Wat schrijf ik op mijn factuur? BTW verlegd. Je kan daar nog een aantal Europese richtlijnen bij gaan schrijven. Maar het enige vermelding die je verplicht bent om op je factuur te zetten, is BTW verlegd. Wat wil dat dan zeggen? Is dat er geen Belgische BTW wordt geïnd op die factuur die naar Nederland gemaakt is. Waarom moet er geen Belgische BTW geïnd worden? Is ook omdat de dienstprestatie niet afgenomen wordt door een klant in België. Dus de BTW, eigenlijk moet de Nederlandse BTW afgedragen worden. Dus in België gaan we gewoon zeggen van oké, we stellen die factuur vrij van BTW. We maken een factuur zonder BTW, we vermelden die BTW verlegd daarop. En de Nederlandse klant die gaat die factuur ontvangen. En die gaat op zijn beurt die factuur gaan verwerken in zijn Nederlandse BTW-aangifte. Wat gaat hij in Nederland gaan doen? Hij gaat die factuur gaan inschrijven in zijn aankoopdagboek en hij gaat die BTW verschuldigd gaan maken in Nederland. En hij gaat gaan kijken hoe dat de BTW-regels in Nederland zijn, of hem de BTW ook in de aftrek mag gaan brengen. Dus op zich, voor ons is het heel gemakkelijk als Belgische onderneming. Wij maken gewoon een factuur zonder BTW. En wij moeten eigenlijk in de BTW-aangifte enkel het bedrag vermelden wat we gefactureerd hebben. Stel, we maken een factuur van 1000 euro, we rekenen geen BTW aan. Dan komt enkel ons 1000 euro in de BTW-aangifte als vrijgestelde handeling. Nu gaan we langs de andere kant een factuur krijgen vanuit Nederland. Stel, ik heb een Nederlandse accountant gevraagd om voor mij ergens in een dossier tussen te komen. Die gaat mij een factuur maken zonder BTW. Ik ga dat factuurtje gaan krijgen. Wat moet ik dan met dat factuur gaan doen? Is in mijn aankoopdagboek inschrijven. En ik moet de BTW verschuldigd gaan maken. En dan moet ik gaan kijken van oké, BTW op een dienstprestatie van een accountant, is dat ook aftrekbaar volgens de BTW-wetgeving in België? Uiteraard. Dus die BTW mag ik ook in mindering aanbrengen. Dus je hebt de twee kanten. Ofwel ga je zelf een dienst leveren, hè, dat is een intercommunautaire levering in de EU-lidstaten, of je gaat zeggen, ik ga een dienst ontvangen of een goed ontvangen, dan is het een intercommunautaire verwerving. Bij de levering gaan we gewoon een factuur maken zonder BTW. Bij de verwerving gaan we een factuur krijgen zonder BTW, maar gaan we in ons
BTW-aangifte onze BTW verschuldigd moeten maken en ook aftrekbaar. Dus dat is een heel belangrijke handeling, die BTW aftrekbaar, verschuldigd en aftrekbaar maken. Want als we dat niet doen, dan kan de Belgische fiscus gaan zeggen, er had Belgische BTW moeten afgedragen worden op die factuur. Je hebt dat niet aangegeven in je BTW-aangifte. Dus hebben wij eigenlijk 21% BTW niet kunnen innen, Belgische BTW. Ook al staat daar tegenover dat je die BTW ook in aftrek zou kunnen brengen. Dus op zich, als je die boeking gaat doen in jouw BTW-aangifte, hè, je gaat het bedrag gaan vermelden, je gaat die BTW verschuldigd maken en je gaat die BTW aftrekbaar maken, is dat naar BTW een nul operatie. Hè, verschuldigd, aftrekbaar en het saldo is nul. Maar wat zegt de fiscus op het moment dat je het niet zou ingeschreven hebben? Dan zegt hij, ah ja, maar je had die BTW moeten verschuldigd maken en je hebt die niet verschuldigd gemaakt, wij gaan die BTW gaan innen. En op dat moment is die BTW niet meer aftrekbaar, want je hebt die factuur niet ingeschreven in je boekhouding met aftrekbare BTW. Dus kan je die BTW niet gaan aftrekken. Dus daar is het belangrijk dat we die beweging gaan doen. We gaan dat volgende week sowieso in de BTW-aangifte zien, praktisch gezien, hoe dat in zijn werk gaat. En zelfs gaan we ook door die BTW-aangifte fietsen waar dat juist allemaal moet komen. Maar weet, ik doe een intercommunautaire verwerving, dus ik krijg een factuur zonder BTW. Moet je altijd de klik gaan maken van ik moet BTW verschuldigd maken en dan gaan kijken, is die BTW ook aftrekbaar? Dus dat zijn de intracommunautaire diensten en goederen, levering van diensten en goederen. Intracommunautaire verwerving is het ontvangen van goederen en diensten. Intracommunautaire levering is zelf diensten of goederen gaan leveren naar een EU-lidstaat. Werk in een onroerende staat, dat is bovenste, want ik was eigenlijk met de tweede al begonnen. Werk in een onroerende staat, wat wil dat zeggen? Ik ben een aannemer en ik ga voor een andere onderneming werken in onroerende staat gaan uitoefenen. Werken in onroerende staat zijn bouwwerken. Ik ga een raam plaatsen, ik ga een deur plaatsen, ik ga een muur metsen, ik ga een dak leggen. Allemaal zaken die je onmiddellijk kan in verband brengen met een gebouw, dan is dat werk in onroerende staat dat ik voor die btw-belastingsplichtige eindklant gedaan heb, is ook vrij van btw. Dus wordt ook gefactureerd van mijn kant uit als aannemer met een factuur zonder btw. Wat ga ik op mijn factuur gaan vermelden? Btw verlegd of de vermelding btw te voldoen door de medecontractant, KB1 artikel 20. Wat gaat diegene doen die de factuur van mij krijgt? Die gaat eigenlijk weer volgens hetzelfde principe als daar juist met die intracommunautaire verwerving de BTW verschuldigd gaan moeten maken en eventueel kijken of de BTW aftrekbaar is. Dus stel dat ik zeg van oké, ik heb hier een factuur gekregen van een aannemer die voor mij bij mijn nieuwe deuren is komen plaatsen in ons kantoor. Dan ga ik een factuur krijgen zonder BTW. En dan ga ik die inschrijven in mijn aankoopdagboek, met een BTW verschuldigd gaan maken en met een BTW ook aftrekbaar gaan maken. Stel nu dat ik zeg van oké, ik heb een eigen woning waar dat ik een stukje kantoorruimte heb en de deur tussen de hal en mijn bureauruimte, daar ga ik een nieuwe deur in plaatsen en die aannemer maakt mij een factuur. Op met een BTW-nummer uiteraard, zonder BTW, want hij zegt van oké, je bent een BTW-belastingsplichtige, ik heb een werk in onroerende staat gedaan, dus ik mag een factuur maken zonder BTW. Wat ga ik dan gaan doen met die factuur zonder BTW die ik gekregen heb? Ik ga de BTW verschuldigd maken, dat is heel gemakkelijk. Ik reken 21% op die factuur en ik geef dat aan als verschuldigde BTW. Maar wat ga ik doen met die aftrekbare BTW? Mag ik die in BTW volledig gaan aftrekken? Dat is een deur die eigenlijk in een soort gemeenschappelijke ruimte staat. Ja, want dat is geen deur van de bureauruimte, het is geen deur van de hal. Het is zo, ja, het ligt er tussenin. Dus het is een stukje privé en een stukje beroepsmatig. Wat ga ik dan gaan doen met die aftrekbare BTW? Is eventueel gaan beperken. Gaan zeggen van, ik heb 50% van die BTW is aftrekbaar, die andere 50% is niet aftrekbaar. En dan ga je zien, dan is eigenlijk die verschuldigd en aftrekbaar maken geen nul operatie meer. En dan gaat de 21% BTW gaat wel doorstromen naar de staat, maar ik ga minder gaan recupereren doordat ik een beperking doe in die aftrek. Dus
Op zich is het heel gemakkelijk als je zo'n factuur mocht uitschrijven, want dan is het gewoon facturen zonder btw. Maar de ontvanger die gaat dan wel die handelingen moeten doen en gaan kijken hoe dat ze moeten gaan inschrijven in het aankooptarief. Een Ja. vraagje, misschien daaraan Ja, zeg. sluitend. Omdat je aangeeft van die deur zit inderdaad in de privéwoning, dus dat is maar een bepaald deel dat je van die BTW of een bepaald percentage kan verschuldigd maken. Is dat dan evenredig met het percentage dat je dan op de kostprijs ook op de vennootschap neemt en privé moet betalen als kost? Ja, dat proberen we. Wij proberen naar vennootschappen toe gaan wij dat op een andere manier gaan doen en gaan we gewoon zeggen: laat die deur volledig factureren op je vennootschap. En durven wij achteraf een herrekening in voordele natura doen in het loon van de zaakvoerder. Dus dat wij gewoon zeggen van oké, alles wordt voor die ruimte wordt volledig op de zaak geboekt. En we gaan zeggen, ja, als particulier of privépersoon, als zaakvoerder heb je eigenlijk een voordeel gehad. Omdat de vennootschap dat volledig voor jou gedragen heeft. En gaan we dat volledig, gaan we dat gewoon gaan opnemen, gaan we daar bepaalde waarden op plakken als voordele natura, zodat je dat bij je inkomsten laat voegen en daarop belast wordt. Oké, ja. Dus Dus dan je kan mag je dat. wel de kost volledig dragen op de vennootschap, maar de BTW aftrek, dat is dan niet Die ga volledig. je moeten beperken. Ja. Dank Ja. je wel. Ja, voor een eenmanszaak ga je die kosten wel aan de bron onmiddellijk beperken. Dus daar is het, de volgt het eigenlijk de btw-aftrek beperking, volgt eigenlijk de kostenaftrek beperking. En in een vennootschap ga je altijd 100% de kost boeken, btw beperken en dan eventueel ja, via een voordele natura de rechtszetting doen, waar je als privépersoon gratis gehad hebt van je onderneming eigenlijk. Doen we dat, dus, gaan we dat voordeel effectief toepassen? Ja, dat zijn meestal dat wij tegen de klanten zeggen, zo voor een deur in een kantoorruimte, goh, ik zou dat risico pakken. En dat is toch tot discussie bij de controle. Gaat de controleur daarmee akkoord? Goh, ik denk in 90% van de gevallen gaan die gewoon akkoord gaan met die kost. Maar hebben we de BTW toch al beperkt? BTW is daar veel strikter in dan belastingen. Belastingen gaat daar ruimer in denken dan de BTW. Dus ja, dat is altijd heel grappig als je een controle krijgt. BTW en belastingen komen samen. Dus er zijn twee verschillende controleurs die komen samen die controle doen. En het is al heel dikwijls gebleken dat een BTW heel andere visies over bepaalde soorten kosten heeft dan dat ja, degene die verantwoordelijk is voor de belastingen dat is. Dus die twee wetgevingen ja, zijn ook niet 100% op elkaar afgestemd. Dus dat is altijd wel stof tot discussie bij zo'n controle. Ik mis iets waarschijnlijk, want we spreken hier over facturen zonder btw. En toch spreek je dan over de ontvanger dat die btw mag gaan aftrekbaar maken. Dus je gaat btw aftrekbaar maken die je niet betaald hebt. Dat vind ik een Ja, mis iets waarschijnlijk. je gaat die in je aangifte eerst verschuldigd moeten maken. Dus wat gaan we in de aangifte gaan doen? Hè, stel je krijgt een factuurtje van 1000 euro werken onroerende staat. Dan schrijf je die factuur als 1000 euro in je aankoopdagboek. En je gaat bij verschuldigde BTW in je BTW-aangifte, ga je 210 euro gaan invullen. Dat is eigenlijk de fictieve berekening op die 1000 euro van de verschuldigde BTW. En daarnaast ga je dan gaan zeggen, ik heb ook aftrekbaar een btw, want als ik die btw verschuldigd moet maken op die 1000 euro, heb ik ook een stuk recht op aftrek. Is dat volledig? Is dat beperkt? Ja, dan ga je dan op dat moment moeten gaan kijken. Dus het is omdat je het verschuldigd maakt. Ja, oké. Waarschijnlijk is dat bij mij al dikwijls gebeurd, maar ja, mijn boekhouder doet dat in zoveel detail. Ik Ja, en zie die gaan tijdverhaal die. enzovoort. Ja, Ja, oké. jij gaat je btw-aangifte krijgen waar bepaalde vakken in staan. En die vakken ga je dan gaan kunnen terugvinden. Stel dat je bijvoorbeeld iets bij bol.com bestelt. Dan ga je dat soms ook hebben, dat je gewoon een factuur zonder btw krijgt. En dan staat er onderaan, deze verrichting is vrijgesteld van btw conform intercommunautaire levering. Dat ze dat bijvoorbeeld uit een pakhuis in Nederland hebben laten komen. En dan is dat een factuur zonder btw. En dan ga jij zelf moeten gaan zeggen, ik maak hem verschuldigd en ik maak hem aftrekbaar binnen mijn Ja. btw-aangifte. Het is goed in uw voorbeeld, want u zegt zelf wat bol.com onderaan schrijft, namelijk de woorden BTW verlegd heb ik nog maar zelden of nooit gezien op de aantal internationale facturen die ik heb gehad, zal ik zeggen. Ja, Misschien. meestal verwijzen zij naar die EU-richtlijnen. EU-richtlijn zoveel, waar dat de btw gedragen wordt door de ontvanger van de factuur.
Dus ja, maar in principe mocht je gewoon de vermelding BTW verlegd op de factuur zetten. Ja. En dan moet de ontvanger weten wat hem daarmee moet. Ja, en wat is dat in het Engels? Want als het buitenlands is, is het alleen als je Nederland doet, is het... Reverse charge. Ja, dus ja, oké. Dus ja, dat gewoon eigenlijk, ja, dat zij geen BTW moeten aanrekenen en dat ja, dat allemaal naar de ontvanger van de factuur gelegd wordt om de juiste BTW gaan aan te geven en gaan in. Ik heb ze niet allemaal gezien, maar ik dacht dat er soms gewoon geen BTW op staat, zonder dat er iemand iets bijschrijft van, denk dat ik. Dat gebeurt ook, hè. Niet alle regeltjes van de voorwaarden die op de facturen moeten staan, worden altijd gevolgd. En ja, internetbedrijven zijn daar de grootste krakken in om facturen op te maken die niet conform zijn. Dus in principe, als je een Nederlandse zaak koopt op een site in Nederland en die sturen nu een factuur, en je hebt je BTW-nummer doorgegeven, moeten zij een factuur zonder BTW maken. In de helft van de gevallen wordt daar gewoon Nederlandse BTW op aangerekend. En dan moet jij zelf de weg gaan doen van, ja, ik moet eigenlijk een factuur krijgen zonder BTW. Want die Nederlandse BTW mag je sowieso niet aftrekken in België. Dus als die aangerekend is op die factuur, ja, dan gaat dat gewoon volledig in kosten gaan en ga je de BTW niet in aftrekbare BTW gaan plaatsen in de BTW-aangifte. Dat kan ik wel in, maar zoals ik zei, dat nog dikwijls dat zinnetje onderaan komt, reverse charge of wellicht zeker, hoe dat ding, heb ik dat zelden of nooit gezien. Ik heb de indruk dat het wel aan het verbeteren is. Dat de meeste bedrijven zich wel op die manier in orde aan het zetten zijn. En vind ik ook wel een grote flexibiliteit inderdaad van ook van het Nederland bedrijven als je via internet aankopen doet met de vennootschap, waar dat dan automatisch BTW in verrekend is, dat je nadien contacteert en dat uitlegt dat ze de BTW gewoon ook terugstorten en een nieuw factuur. Dus ja. Dat je dan ook helemaal in orde bent. Hè. Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk voor die intercommunitaire levering, intercommunitaire verwerving. En met internet aankopen gaan we dat meer en meer krijgen. Hè? Dus dat het op die manier gaat staan. En dat gaat eigenlijk, dat is, die BTW verlegd is als het binnen de EU-lidstaten is. Op het moment dat we buiten de EU gaan gaan, ja, dan gaat je gaan invoeren. En invoeren wil zeggen dat je eigenlijk de BTW moet gaan voldoen aan de douane. Dat is het grote probleem wat dat... Die Chinese site daar heeft, AliExpress daar heeft, ja, die hebben goederen die gaan naar België verstuurd worden, daar rekenen zij geen BTW op aan. Want het is voor hun een uitvoer vanuit China. Die komen in België binnen die goederen, die worden niet gedeclareerd door de douane, dus daar wordt geen BTW op afgedragen. En daar zit natuurlijk het grote probleem van de Europese Unie, dat ze zeggen, ja, maar die goederen komen de Europese Unie in en er wordt nergens BTW op afgedragen. Er worden ergens geen invoerrechten betaald, maar ook geen BTW betaald. En je gaat nu zelf, als particulier of als ondernemer, die zo goederen in ontvangst genomen heeft, zelf niet gaan zeggen, ik ga naar de douane gaan rijden om die goederen gaan in te klaren. Dat gaan ze niet doen. Dus wat gaan ze nu doen? Zeggen van, oké, al die pakjes die van AliExpress komen, moeten in principe door een transporteur worden ingevoerd. En die moeten allemaal gedeclareerd worden bij de douane en daar moet al de BTW op verrekend worden. Dus wat ga je nu krijgen, is dat je invoerrechten en BTW gaat moeten betalen op al die pakjes die vandaar komen. Dus ik denk met heel goedkoop aan te kopen in China, dat dat een beetje gaat verdwijnen door die regelgeving dat dat nu eerst langs de douane moet gaan. Dus alles wat het buiten de EU gefactureerd wordt of ingevoerd wordt, dat noemen we invoer, gaat moeten gedeclareerd worden aan de douane. Dat is alleen maar goederen. Als we diensten hebben, ja, diensten die kunnen gewoon geleverd worden via het internet, of via de telefoon, of via papier, via de post. Dus die kunnen, ja, die diensten kunnen niet aangegeven worden bij de douane. Dus wat gaan we daar doen? Is gewoon een factuur krijgen zonder BTW, en we gaan daar ook niks mee doen met die BTW. Ja, dus we gaan gewoon een invoer hebben van diensten. We gaan dat als kosten aangeven en we gaan geen BTW moeten verschuldigd maken of aftrekbaar. Dus als invoer van diensten wordt op die manier geregeld. Ook als je naar Amerika bijvoorbeeld, naar een Amerikaans bedrijf, zou gaan zeggen, ik ga diensten voor jou leveren, ja, dan ga je ook gewoon een factuur maken zonder BTW. Want als een uitvoer van diensten is zonder BTW. Stel dat er nu een Amerikaanse particulier is waar je die diensten voor gaat leveren, dan ga je Belgische BTW moeten aanrekenen.
Dus het is alleen tussen bedrijven dat die btw niet aangerekend moet worden. Op het moment dat je met particulieren gaat handelen, ga je altijd btw moeten aanrekenen. Ga je nooit zonder btw kunnen factureren. Wat heb je dan nog? Het laatste, de ABC-verkopen. ABC-verkopen, wat is dat eigenlijk? Is dat er eigenlijk drie partijen zijn bij de verkoop van een goed of een dienst. Wat wil dat zeggen? Ik ben een Belgische handelaar. Ik koop mijn goederen aan in Frankrijk. Ik heb bouwmaterialen die ik koop in Frankrijk. En ik verkoop die naar een Duitse eindklant. Maar in plaats van dat die goederen van Frankrijk naar België, naar mijn magazijn komen en van België naar Duitsland gaan, want dat is gewoon intercommunautaire levering, intercommunautaire verwerving, intercommunautaire levering, intercommunautaire verwerving. Dus dat is de gewone regeling. Gaan die goederen van Frankrijk rechtstreeks naar Duitsland? De voorwaarde om zonder btw te factureren is dat de goederen van het ene land naar het ander gaat, hoe dat de factuur ook gemaakt wordt. Dus die Franse handelaar die mij die goederen aanrekent op factuur, die moet eigenlijk zeggen, ik reken Franse btw aan, want ik heb geen goederen naar België vervoerd. En ik zou als Belgische handelaar moeten gaan zeggen tegen een Duitse klant, ik moet uw factuur maken met 21% btw, want ik heb geen goederen van België naar Duitsland vervoerd. Nu, de wetgeving zegt daar, als je die situatie hebt, dan ga je moeten gaan doen alsof de goederen over België gepasseerd zijn. Dus dan gaat die Franse factureren zonder btw als intercommunautaire levering. Ik ga die factuur ontvangen als intercommunautaire verwerver. Ik ga een factuur opmaken aan mijn Duitse eindklant zonder btw als intercommunautaire levering. En die Duitser gaat die aankoopfactuur gaan ingeven als intercommunautaire verwerving in Duitsland. Dus je gaat gewoon twee transacties intercommunautair hebben, terwijl er anders overal de verkeerde btw was aangerekend. Dus daar is het toestemming. Maar het moeten natuurlijk drie btw-belastingsplichtigen zijn. Je kan dat niet gaan doen als je zegt van ik heb aan een Duitse particulier iets verkocht. Dan kan je dit niet gaan toepassen. Dan ga je Belgische btw gaan aanrekenen naar die Duitse particulier. En de Franse handelaar die gaat naar jouw Franse btw gaan aanrekenen voor de goederen die hij van Frankrijk naar Duitsland verzonden heeft. Dus alles wat dat extra regelingen zijn, is altijd tussen btw-belastingsplichtigen. Is nooit tussen de belastingsplichtigen en de particulier. Het moment dat we dat met de particulier gaan doen, binnen de EU-lidstaat B2C, business to consumer, dus we gaan van de belastingsplichtige naar een particuliere eindklant gaan factureren, dan ga je altijd moeten gaan kijken, de plaats van de dienst is de plaats waar de dienstverlener gevestigd is. Zo wil dat gewoon zeggen, ik lever als Belgisch bedrijf een dienst aan een Nederlandse particulier, de plaats van de dienst is België, Belgische btw aan te rekenen. Ik koop als Belgische particulier in Duitsland computeronderdelen, dan is de plaats van de dienst of de plaats van de levering van de goederen, is Duitsland. Dus Duitse btw. Dus bij particulieren is eigenlijk de belastingsplichtige waar dat hier gevestigd is, daar is de plaats van de dienst of van de levering van de goederen. Maar we zouden België of Europa niet zijn als er op die regeling geen uitzonderingen zouden zijn. Dus op het moment dat we over telecommunicatie gaan praten, telecommunicatie, elektronische diensten, radio en streamingdiensten, bijvoorbeeld Spotify. Bijvoorbeeld software gaat downloaden op bepaalde sites. Dan ga je moeten gaan kijken, dan gaat de btw moeten gaan aangerekend worden waar dat de software of het gebruik van uw online diensten, van die telecommunicatiediensten, wordt gedownload. Concreet voorbeeldje. Ik heb een streamingdienst. Ik ben de Spotify. Ik ga die streamingmuziek gaan aanbieden. En ik heb een Luxemburgse particulier die mijn streamingdienst daar een abonnementje op pakt. En ik ga daar maandelijks aan moeten factureren.
Welke BTW moet ik daar nu op aanrekenen? Luxemburgse BTW. Want die particuliere eindklant die gaat die streamingsdiensten gebruiken in Luxemburg. Of hij is gedomicileerd in Luxemburg en hij gaat op dat moment dat contractje met mij aan, moet ik factureren met Luxemburgse BTW. Hoe ga ik dat doen? Vroeger was dat heel simpel. Dan moest je gewoon in Luxemburg een BTW-nummer aanvragen en moest je daar BTW-plichtig worden en BTW-aangiftes elk kwartaal gaan indienen. Als je dan zegt, ja, ik ga over heel Europa gaan werken, ja, dan moest je in elk land een BTW-nummer gaan aanvragen om die diensten te kunnen gaan aanleveren. Nu, daar hebben ze gezegd van, ja, dat is veel te ingewikkeld en dat jaagt mensen gewoon op kosten, omdat ze overal gewoon een BTW-boekhouding moeten gaan bijhouden, maar toch geen belastingsaangifte moeten doen in die landen. Dus hebben ze daar gezegd, ja, we gaan een nieuw systeem ontwikkelen om dat gemakkelijk te maken. En dat is het OSS-systeem, One Stop Shop. Wat het eigenlijk wil zeggen, je gaat uw verkoop doen naar Luxemburg, aan die particulier. Je gaat daar Luxemburgse BTW op aanrekenen, maar je gaat die Luxemburgse BTW of die verkoop gaan aangeven in een BTW-aangifte los van je Belgische aangifte. Dus ja, in die One Stop Shop aangifte ga je eigenlijk alle activiteiten gaan doen die je met particulieren in het buitenland gedaan hebt, waar je buitenlandse BTW hebt op aangerekend. Dus je gaat daar je aangifte doen van je Belgische, van de Nederlandse BTW, van de Duitse BTW, van de Franse BTW. En dat ga je dan gaan doorstorten naar de Belgische staat, de BTW die je daar op af moet dragen. En dan de Belgische staat gaat dat zelf gaan verdelen tussen die verschillende lidstaten. Dus je gaat zelf geen betalingen moeten doen naar het buitenland. Je gaat gewoon aan de Belgische BTW betalen. En zij doen die verdeling over die verschillende lidstaten. Dus je kan dat gaan toepassen als je voorafgaand een registratie gedaan hebt. Dus je moet dat eerst gaan aanvragen bij de overheid. Of je dat mag gaan doen met dat one-stop-shop-systeem. Dat je op die manier die facturen zo mag gaan opmaken. Dus de meeste softwarebedrijven die werken via dit systeem. Hè. Die proberen via dit systeem, in het land waar dat ze dan zitten, en de meeste zitten ook niet in België van die softwareleveranciers, maar als je in België zou zitten, ja, dan ga je hier in België die aangifte moeten gaan doen om die BTW gaan af te dragen. Dus dat is een uitzondering op de regel van de gewone regeling naar particulieren toe. Dus verander die telecommunicatie dat je gaat zeggen dan. Ik ga de juiste BTW in het juiste land gaan aanrekenen. Jeroen, dat is toch niet alleen voor telecommunicatie, toch ook algemeen e-shop sales? Is toch ook met het OSS-verhaal? Ja, e-shops, die zitten ook... Ja, daar moeten we gaan kijken, van als het naar particulieren toe is. Als het vanuit een Belgisch magazijn verstuurd wordt naar een Belgische eindklant. En dus stel, ik ben een Franse onderneming en ik ga in België goederen leveren naar particulieren vanuit mijn Belgisch magazijn. Dan werkt het ook weer via het OSS-systeem. Want dan moet je Belgische BTW gaan aanrekenen. Ga ik vanuit Frankrijk die goederen gaan versturen, dan reken ik Franse BTW aan. Wel, want ik dacht dat het... Ja, goed. Want ik ben een beetje op Amazon aan het spelen, ook met Amazon Duitsland. Ik dacht, als je vanuit een magazijn in een ander land verstuurt, dat je het OSS-systeem niet kan gebruiken. Maar dat heb ik hier half geleerd, dacht ik. Als je dus, ja. Nee, want dan heb je een vaste inrichting en moet je daar BTW aangifte doen. Nee, dan ben ik mis, Peter. Ja, want ik heb zelfs... Dat is inderdaad zo, maar dat is met goederen. Want dan zijn we niet over telecommunicatiediensten bezig. Dan zijn het goederen. Ja, het is vooral naar die telecommunicatiediensten. Hè. Het is niet naar, daar komen geen goederen in voor. Ja. In die OSS. Wordt er nog over OSS gesproken in de rest van de cursus? Ik wil daar nog wel een keer op terugkomen op de laatste avond. Ja, ja. Oké. Okay. Want voor mij was het interessant om je ook die 10.000 euro regelen. Dat als je eronder zit, dan kan je, als je van België naar waar ook in Europa verkoopt, als je onder de 10.000 euro totale verkoop zit, mag je uw Belgische BTW of moet je die aanrekenen? Ja. Als je daarboven zit, moet je alle landen afdragen, maar kan je OSS gebruiken om het simpel te houden. Om het zo simpel. En voor mij was het interessant omdat de voedingssupplementen waar ik in zit, maar 6% zijn in België en in de meeste andere landen is dat meer. Er is een reden om zo lang mogelijk die 6% aan te kunnen houden door Belgische BTW te doen dan boven die 10.000 euro en zo te zitten. Ja, nee, ik wil daar wel op terugkomen, Peter. Ik ga daar nog wel op terugkomen dan de laatste avond. Dan gaan we daar in detail eens even op in. Dat is zeker een probleem.
Goed. Belangrijk daar is natuurlijk, oké, ik heb mijn juiste facturen, mijn juiste verkoopfacturen gemaakt, met of zonder BTW, volgens het juiste BTW-tarief. Die BTW ga ik gewoon gaan moeten afdragen aan de staat. En daarlangs mag ik zeggen van, oké, op die BTW die ik op mijn aankopen betaal, die mag ik in aftrek gaan brengen van die verschuldigde BTW. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden wanneer dat je die aftrek mag gaan toepassen. Je moet een BTW-plichtige zijn, uiteraard. Je mag niet onder die vrijstellingsregeling vallen. Of je mag niet onder artikel 44 vallen als verpleegkundige of psycholoog of dergelijke meer. Dus je moet effectief een BTW-plichtige zijn die BTW dient aan te rekenen naar zijn eindklanten. Er moet een regelmatige factuur zijn. Dus wat we dan zeggen, is dat je een factuur hebt met je BTW-nummer op. Dat is een hele belangrijke. Er moet een omschrijving van de diensten zijn. Er moet een datum opstaan van levering van de diensten. Er moet een datum van de factuur opstaan. Er moet het bedrag van de factuur moet erop staan. Het bedrag van de BTW moet erop vermeld staan en dergelijke meer. Dus die factuur moet aan de juiste voorwaarden voldoen om die BTW uiteindelijk ook in mindering te kunnen gaan brengen. En de factuur moet uiteraard een aankoopfactuur zijn die voor beroepsdoeleinden van toepassing is. Dus je gaat die effectief gaan gebruiken voor je beroep. Stel, ik koop een keukenrobot aan op factuur als accountant. Heb ik die keukenrobot nodig? Nee, dat is niet voor mijn beroep. Tenzij dat ik in mijn statuten nog heb staan dat ik in bijberoep nog ergens traiteurdiensten lever. Maar dat is in dit geval niet zo. Dus die factuur ga ik niet in minderingen kunnen gaan brengen. Die BTW kan ik dan uiteraard ook niet gaan aftrekken. Dus het is altijd die toetsing van, zijn de kosten die ik maak, ga ik die ook effectief kunnen gaan koppelen aan mijn beroep dat ik uitoefen. Vandaar ook dat het belangrijk is, op het moment dat je inschrijft in de Kruispuntbank Ondernemingen, dat daar al de juiste activiteiten zijn opgenomen die je gaat uitoefenen. Ja, ik neem maar een voorbeeld van. Ja, stel dat je zegt van oké, ik heb als activiteit honden verkopen. Ik ben een hondenfokker, ik ga honden verkopen. Maar daarnaast ga ik ook opleidingen voor honden geven. Voor de baasjes. Ik ga ook coaching gaan doen. Ik ga voor dierenwelzijn ook nog een aantal dingen doen. Maar ik heb in mijn activiteiten enkel hondenfokker opgenomen. Ja, dan moeten we gaan kijken. Want als we dan facturen krijgen voor een opleiding als coaching, ja, dan gaan we moeten gaan zeggen, ja, die factuur is niet voor beroepsdoeleinden. Want ik ben hondenfokker. Ik heb eigenlijk die opleidingen als coach, daar ben ik niks mee in mijn fokkerij. Dus wat belangrijk is, dat je dan zegt in Kruispuntbank Ondernemingen, ik heb die code van hondenfokker te zijn, maar ik ga ook coach worden, ik ga ook adviesverlening doen. Dat al die zaken volgens die Nashabel-codes opgenomen zijn, zodanig dat je altijd die toetsing kan gaan doen of die connectie kan gaan doen tussen de facturen en je activiteiten die je uitoefent. Vroeger werd daar minder belang aan gehecht. Ik weet, een 15-tal jaar geleden zal er nooit een controleur geweest zijn die activiteiten ging nakijken en die ging zeggen van ja, nu zijn die facturen niet aftrekbaar die erin zitten. Als wij als boekhouder of als belastingplichtige een verklaring konden geven voor die facturen, was al voldoende. Nu komen ze al met een printout van de Kruispuntbank Ondernemingen, waar dat ze zeggen van oké, die activiteit staat erin, dus die kosten die je hier hebt ingebracht, kunnen wij niet aanvaarden. Ook al heb je daar tegenover omzetten gegenereerd. Hè? Die omzetten aanvaarden ze wel om te belasten, maar de aftrek van de kosten aanvaarden ze dan niet. Dus daar is het belangrijk dat we die toetsing zeker doen en dat die Kruispuntbank Ondernemingen eigenlijk up-to-date blijft. Nu, de eerste soort BTW-aftrekregeling is eigenlijk gewoon, wanneer mocht je de BTW... Mag ik daar even een vraagje nog over stellen? Kruispuntbank Onderneming, dat kan je zelf als ondernemer gaan aanpassen en aanvullen en updaten? Je kan een gedeelte zelf gaan doen. En dat is via die... hoe noemt het? Wacht even, de naam kwijt. Vroeger noemde dat Private Search, maar dat is nu My Enterprise, denk ik. Geworden. Ja, ja.
En dan log je daarin. En dan kan je al een aantal zaken gaan aanpassen. Het enige wat je niet kan gaan aanpassen, is een nieuwe vestigingseenheid openen, de maatschappelijke zetel wijzigen. Dus een aantal maar vaste dus zaken moet je nog altijd... Inhoudelijk kan je wel gaan zeggen... Uw activiteiten, het voorbeeld dat je nu gaf van die hondenfokker, dat je daar coaching... Ja, daar kan je bijkomende activiteiten bij inzetten. Dus dat hoef je niet bij de notaris in je statuten of niet... Nee, dat kan je ook perfect... Als dat zou zijn, als dat niet, in je statuten moet het sowieso vermeld zijn. Dus als je het in het KBO wilt opnemen, gaat het ook in je statuten van je vennootschap moeten staan. Dus die connectie moet er wel altijd zijn. Dus wat zeggen wij ook altijd, als we statuten maken, neem alles op wat je ooit wilt gaan doen. Ah, wel ja, maar je statuten worden opgemaakt bij de oprichting van je vennootschap. Ja. En als je achteraf inderdaad tot besef komt, eigenlijk die hondenfokker van, ik heb hier... Eigenlijk doe ik meer dan wat in mijn statuten staat, dan kan je dat in de kruispuntbank gaan aanpassen, maar dat is niet voldoende dan. Dat is niet voldoende, want het gaat ook in jouw statuten moeten staan. Okay. Ja. Dus daarom is het belangrijk, op het moment dat je statuten opmaakt, dat je zoveel mogelijk activiteiten opneemt en dat je in het kruispuntbank onderneming eigenlijk laat activeren of erin zet wat je effectief op dat moment aan activiteiten aan het doen bent. En dat je achteraf kan zeggen van oké, ik voeg daar nog een activiteit toe, die wel al in mijn statuten staan, maar die nog niet in het kruispuntbank onderneming stond. Dank u. Welke btw mogen we sowieso niet in aftrek brengen? Dus welke zit al een verbod op? Alles wat het uitgaven zijn voor privégebruik. Dus ik ga gaan zwemmen met de kinderen, ik vraag een abonnementje aan en dat ze dat op factuur zetten. Ja, uiteraard, die btw op die factuur is niet aftrekbaar. Nu ben ik een zwemleraar en ik heb een abonnementje bij het zwembad. Dat is een factuurtje, btw is wel aftrekbaar. Dus daar is het altijd gaan linken van, is het voor mijn beroep of is het voor de privé? Als het voor de privé is sowieso de btw niet aftrekbaar. Wanneer is een btw nog niet aftrekbaar? Voor de levering van tabaksfabrikaten en geestrijke dranken. Dus als je sigaren zou gaan aankopen of whisky en dergelijke meer zou gaan kopen, dan is die btw daarop niet aftrekbaar. Tenzij dat je dat zou gaan kopen om het weder te verkopen. Dus ik koop whisky aan om in mijn winkel te zetten en te verkopen. Dat is wederverkoop, dan is een btw aftrekbaar. Of ik zeg van, ik ga die whisky kopen om in mijn restaurant te gebruiken om mijn gerechten wat meer smaak te geven. Dan is dat ook, ik ga daar verwerking van doen, dan is de btw ook aftrekbaar. Ik ga die... Ja, sorry, dus, als het relatiegeschenk is. Dan is een btw niet aftrekbaar. Hmm. Ook niet op wijn? Moment, op wijn wel. Wijn is geen geestrijke drank. Oké, goed. Ja, dus je zit daar boven de 40% alcoholhalte, dan zit je met die geestrijke dranken, en dan is een btw sowieso niet aftrekbaar. Als je naar wijn zit, dan is een btw aftrekbaar als het geschenk, want daar gaan we zelfs toe komen, geschenk kleiner is dan €50 exclusief btw. Dus alles wat het... sigaren en dergelijke meer zijn, tabaksfabrikaten zijn en geestrijke dranken, weet daar gewoon van, als ik dat koop en ik ben daar zelf geen wederverkoper van, of ik ga dat niet gebruiken om te verwerken in iets, ja, dan is de btw niet aftrekbaar. Kosten voor logies, spijzen en dranken, wat we dat gewoon zeggen, ik ga op hotel, ik overnacht daar en ik ga daar ook iets eten, ja, de btw op die hotelfactuur is niet aftrekbaar. Tenzij, we zijn weer België, tenzij het personeelsleden zijn die die overnachting gedaan hebben of die zijn gaan eten. En die waren belast met de levering van een dienst of de levering van een goed. Stel, ik ben een aannemer en ik zeg tegen mijn metsers van, jongens, vandaag moet jij in Oostende gaan metsen. Maar ja, gezien de afstand... Je mocht daar overnachten, je krijgt van mij, ik betaal de hotelkosten, ik betaal de restaurantkosten, maar het enige wat je moet doen is een factuur aan mij bezorgen. Op dat factuur, van die arbeiders die daar zijn gaan werken, op dat factuur mag je een btw gaan aftrekken. Ga ik nu zelf als aannemer naar Oostende, en ik overnacht daar ook, en ik eet daar in hetzelfde restaurant, ik vraag een factuur, is een btw niet aftrekbaar. Want ik ben de zaakvoerder of een bestuurder van een vennootschap of van een eenmanszaak, dat is geen personeelslid.
Dus het is enkel als het een personeelslid is waar het voor de factuur gemaakt is. En dus hetzelfde voor, een eenmanszaak geldt dat ook eigenlijk. Als ik op bezoek ga voor, bij internationale klanten bijvoorbeeld. Ja, dan gaat een btw niet aftrekbaar zijn. Oké, maar de kosten kunnen we niet gebruiken. De kosten kunnen wel ingebracht worden. Ja. Dus dat wil ook zeggen dat ik dan internationaal niet moet lastig doen om dan mijn btw-nummer te laten opzetten enzovoort. Want het is toch niet aftrekbaar. Als ik aan een hotel ben... Dan is dat inderdaad niet verplicht. En voor de belastingen is het niet verplicht van een btw-nummer hebben op te staan. Dus de kost is aftrekbaar als ze bewezen is, als ze betaald is en voldoende bewijskrachtig is. Dus op zich, mocht je dat vragen om het erop te zetten, maar als ze het er niet op zetten, is het geen ramp voor de belastingen om het toch af te trekken als kosten. Alle kosten van onthaal die je zou maken, en kosten van onthaal is eigenlijk een gunstig klimaat creëren voor de klanten die op bezoek komen bij jou. Concreet voorbeeld, bij ons op kantoor is er een soort wachtruimte, waar dat de mensen, als ze bij ons op gesprek komen, kunnen wachten, waar er wat boekjes staan, waar dat een plantje staat, waar dat een zetelje staat. De inrichting van die ruimte, dat zijn kosten van onthaal. De inrichting daarvan is de btw niet aftrekbaar. Wat doen wij met de factuur die we gekregen hebben op dat zetelje dat bij ons in die onthaalruimte staat? Wij gaan die btw in aftrek brengen. En op het moment dat wij een controle krijgen, staat dat zeteltje niet meer in die onthaalruimte, maar staat dat zeteltje in de bureauruimte. En dan is dat gewoon meubilair. Dus hetzelfde ook, ik koop bloemen. Ik zet die normaal gezien in mijn onthaalruimte. BTW niet aftrekbaar, want dat zijn kosten van onthaal. Ik zet datzelfde bloemetje in mijn bureauruimte. Is het decoratie? En is het BTW aftrekbaar? Dus het is soms welke toets dat je geeft aan die soort kost. Wat er toe gaat leiden, is de BTW aftrekbaar of is de BTW niet aftrekbaar? Maar als je gewoon de regelgeving volgt, is de kost van onthaal de BTW niet op aftrekbaar. Ik hang een schilderij op in die ruimte. Ik laat daar schilderen. Ja, dat is in principe die ruimte, die btw niet aftrekbaar. Handelsgeschenken, ook weer de standaardregel, is daar btw niet aftrekbaar. Dus als we over die wijn spreken van daarjuist, Peter. Als jij dat in principe de wetgeving daar volgt, is op die aankoopfactuur de btw niet aftrekbaar. Tenzij... We zijn weer Belgen, moet weer een uitzondering op zijn. Tenzij de waarde van uw geschenk minder is dan 50 euro exclusief BTW. Hoe gaan ze dat gaan bekijken? Het is het effectieve geschenk dat je gaat geven aan die eindklant. Dus als je zegt van ik koop een fles wijn van ik koop 100 flessen wijn van 49 euro een stuk. In principe, als je één fles wijn aan elke klant geeft, is er geen probleem, kan je de BTW een mindering aanbrengen. Ga je echter bij een klant twee flessen geven, dan is dat geschenk die waarde groter dan 50 euro exclusief BTW, want je hebt twee flessen van 49 euro, dus je hebt 98 euro. Dat is groter dan die 50 euro, dan is de BTW niet aftrekbaar op die aankoopfactuur. Hoe kan je dat nu gaan bewijzen? Wat wij meestal naar klanten aanraden, is dat we zeggen, we kopen die wijn en we gaan geschenkverpakkingen daarbij kopen met één fles. Van één fles. Zodanig dat we kunnen aantonen van oké, elk geschenk was maar één fles. Of koop diverse flessen wijnen die onder die 50 euro blijven, dat ik drie flessen geef die goedkoper zijn dan 50 euro samen. Ja, dan maak ik een verpakking van drie. En dan zeg ik van oké, elk cadeau was drie flessen, maar we blijven onder die 50 euro. Dus je moet niet naar bewijsplicht een lijst kunnen aanleveren van de... relaties die je dan een relatiegeschenk hebt gegeven, bijvoorbeeld. Nee, op zich is dat niet zo belangrijk. Ja. Nee, het is vooral belangrijk dat je kan aantonen van oké, ik heb de geschenken die ik gegeven heb, bestonden uit twee flessen drank of koekjes en snoepjes, maar dat je blijft onder die 50 euro exclusief btw, zodat je een btw daar kan aftrekken. Stel ik nu zeg van oké, ik koop een fles wijn van 49 euro, exclusief btw. Daarnaast koop ik nog, een andere leverancier stuurt mij een aankoopfactuur van die koekjes die ik daarbij wil gaan doen, van 20 euro.
Ja, dan zijn op beide facturen de BTW niet aftrekbaar. Ook al zijn die aankopen onder de 50 euro exclusief BTW, samen vormt dat één geschenk, waardoor dat er zorgt dat de BTW niet aftrekbaar is aan de bron. Ja, gaan ze daar zo ver om daar in de controle dat te gaan nakijken? Dat gebeurt als jij daarin overdrijft. Als jij gigantische flessen wijn gaat aankopen en gigantische koekjesdozen gaat aankopen, dan gaan ze dat wel een keer bekijken van oké, klopt dat? Ja, want je zou kunnen zeggen, mijn wijn is voor klant A en de koekjes is voor klant B. Hè? Terwijl het in tech misschien anders is. Ja. Dat kan perfect. Dat kan perfect. Dus daar is het aan jou eigenlijk om een verantwoording te kunnen geven. Als jouw aangifte tijdig binnengestuurd is, hè, dan ligt de bewijslast bij de belastingen zelf. Dan moeten zij kunnen aantonen dat het niet zo zou geweest zijn. Dus als jij zegt, ik heb dat ingediend, ik heb gezegd van oké, ik trek die BTW 100% af. Ja, dan is het aan de BTW-dienst om dan te bewijzen dat dat geschenk meer was dan 50 euro exclusief BTW. Dus je moet altijd zorgen, als je aangiftes tijdig zijn, als jij met alles in orde bent, boekhoudkundig, en de BTW-aangifte is altijd tijdig binnen, de belastingaangifte is tijdig binnen, ja, dan ligt de bewijslast bij de overheid. Zeg, als je in het buitenland nu iets aankoopt, is dat moeilijker of gemakkelijker, of telt dat niet mee? Je vraagt dan in het buitenland om je BTW-nummer erop te zetten? Dat kan je doen. Dat maakt op zich maakt dat niet uit. Als jij zelf in het buitenland bent en daar aankoopt, dan gaan ze gewoon de buitenlandse BTW moeten aanrekenen. Want dan heb je geen intercommunautaire levering. Stel dat je naar Frankrijk rijdt en je zegt daar tegen die wijnboer van oké, zet die flessen in mijn koffer en maak mij een factuur, dan gaat hij een factuur maken met Franse BTW. En die kan je in België inbrengen dan? Die kan je in België niet aftrekken. Als die wijnboer die opstuurt naar België en als een intercommunautaire levering, mag je een factuur maken zonder BTW. Dus omdat de levering van de goederen in Frankrijk plaatsvindt en dan moeten ze Franse BTW aanrekenen. En anders is de levering van de goederen in België en moet de Belgische BTW is dan van toepassing. Dus is de factuur zonder BTW. Oké, kan je niet. Ja, het is een rare regeling soms. Als je dat op deze manier bekijkt, is dat eigenlijk heel raar. Maar... Ja. Gingen we in de vijfde sessie meer erover dit zien? Ja, beroepskosten gaan we sowieso de laatste sessie heel uitgebreid zien. Ja. En we krijgen nog een naslagwerk misschien ook, waar dan nog eens in aan te lezen is allemaal. Of zo. Daar zitten die powerpointen, worden sowieso allemaal bezorgd. Ja. Goed, handelsgeschenken. Dan weten we dan hoe dat zit. En dan hebben we nog een aantal zaken waar dat we zeggen van oké, de BTW die je in aftrek gaat brengen, ga je moeten gaan beperken. En voor welke facturen zijn dat? Ja, zijn voor alle bedrijfsmiddelen die je zou aankopen, waarvoor een gedeelte privégebruik bestaat. Dus de gemengde facturen noemen wij dat. Zijn die facturen waar dat je een stukje beroepsmatig gebruik hebt en een stukje privégebruik. Een laptop die je gaat aankopen, ga je in 99% van de gevallen ook privé gaan gebruiken. Een gsm ga je ook privé oproepen mee gaan doen. Tenzij dat je bijvoorbeeld zou zeggen, gelijk bij Christophe is dat bijvoorbeeld, dat je zegt van ik ga effectief een apart nummer gaan hebben voor mijn beroepsactiviteit en een apart nummer voor mijn privégesprekken, om dat volledig gescheiden te houden, gezien de sector. Daar kan dat eventueel, dat we zeggen we gaan 100% van die gsm gaan inbrengen als kost of als btw-kost. Maar in alle andere gevallen is het heel moeilijk om 100% beroepsmatig karakter van zoiets aan te tonen. Wat heeft de fiscus daar gezegd? Want ja, daar bestonden dan de discussies bij controles. Hè, dat ze zeggen van ja, is dat nu 90% aftrekbaar of 80% of 50% of 20%? Heeft de fiscus daar gezegd van oké, we hebben een circulaire uitgebracht waarin er staat 75% van die BTW mag in aftrek gebracht worden. En 25% niet. Dus ze gaan ervan uit dat je gsm 75% beroepsmatig gebruikt en 25% privé. Je gaat dat daar aan de bron, op het moment dat je de BTW-aftrek gaat toepassen, ga je die 75-25 gaan toepassen. Wil je daarvan afwijken, is het voor u als belastingplichtige om dat aan te tonen dat er meer beroepsmatig gebruik zou zijn. Ik heb een klant gehad die elke factuur dat hij van zijn gsm kreeg, van zijn gsm-abonnement, kreeg elke factuur, elk gesprek wat erop stond,
bijschreef voor wie dat was en of dat beroepsmatig of privé was. En op die manier hadden wij in de meeste gevallen 90% aftrek van de btw. Dus voor elke factuur gingen wij gaan bepalen van oké, hoeveel procent is die factuur nu effectief aftrekbaar. Dat is een huzarenwerk. Dat is heel leuk om dat allemaal in detail te gaan doen, maar dat is niet nodig. Maar dat gaat dan weer opnieuw voor de btw die je op die kosten kan aftrekken. Want de... Binnen een vennootschap is dat enkel voor de btw-beperking. Okay. Want binnen een vennootschap ga je weer gaan werken met de kost 100% boeken, ja. btw-beperking gaan doen, en dan daarnaast voordeel in natura aanrekenen voor het gebruik van die gsm. Ja, dan betaal je eigenlijk altijd op jouw loon dan, hè? Ja, klopt. Ja, voordeel van alle aard. Ja, okay. Klopt. In een eenmanszaak daarentegen ga je gaan zeggen, we gaan aan de bron gaan beperken, de btw-aftrek gaan beperken, maar ook de aftrek van de kosten onmiddellijk gaan beperken, tot diezelfde 75%. Dus daar gaat, in eenmanszaak gaat altijd de beperking van de btw gaat ook de beperking van de belastingen zijn. In grote lijnen. Dus ja, de kosten telefoon en internet waarvoor een gedeelte privégebruik bestaat, ja, volgt eigenlijk ook weer die bedrijfsmiddelen die we zouden kopen, hè, waar dat we een privégebruik hebben. Dus voor een aankoop van een laptop bijvoorbeeld ook, gaan we ook maar beperken tot 75% aftrek. 25% is privégebruik, waar we niet in aftrek mogen brengen. Dan zitten we aan de personenwagens. Personenwagens, hè, alle wagens die kunnen gebruikt worden voor het vervoer van personen. Mag ik even over die laptop? Ja. Als je medewerkers een laptop geeft, alleen dus geen een desktop, maar echt een laptop, ja. Maar je brengt dat in als voordeel van alle aard, kan je daarop afgerekend worden? Of allee, kan je gewoon... Dat is iets wat je niet aangegeven hebt. En wat heb je dan niet aangegeven, is een RSZ daarop en de belastingen die daarop betaald hadden moeten worden. Dus op zich gaan ze dat kunnen innen als ze dat vaststellen dat er geen voordeel alle aard wordt aangerekend. Maar dat is niet, toch niet per definitie omdat een laptop is dat je dat privé gebruikt? Als je zegt van wij moeten binnen ons bedrijf mobiel kunnen zijn met onze laptop? Als zij die laptop niet mee naar huis mogen nemen, ja. En geen privé gebruikt, dan moet je daar zo'n een IT-policy, noemen wij dat, gaan opmaken dat je zegt van oké, je krijgt een laptop van ons, maar dat mag geen privé gebruik zijn en dan ben je volledig ingedekt. Maar de fiscus kan dat wel dan controleren en die een laptop een keer doorgaan? Of? Ja, maar wanneer gaan ze dat doen? Als ze echt extreme controles willen doen. Maar op zich, voor een laptop van 800 euro, waar dat 150 euro btw op zit. Ja, als ze echt niks anders vinden, misschien wel. Wat ze wel kunnen doen, en dat heb ik onlangs, dat is ondertussen al een jaar of drie geleden, denk ik, daar was iemand van de douane bij de controle. En die heeft wel alle computers nagekeken op illegale software. Dus die is door al die computers gegaan van het bedrijf om te kijken of er geen illegale software op stond. Waarom daar? Mensen in de bouwsector, en die hadden AutoCAD gekopieerd en dergelijke meer. Ja... Dat is geen leuke dat ze dan binnenkomen en illegale software vaststellen, want dat gaat tot in de honderdduizenden euro's, hè, die boetes. Dus ik raad, zeker als je computers op het bedrijf hebt staan, dan van daar toch altijd legale software op te zetten. Ook al is dat een beetje duurder, maar dat we daar zeker in regel zijn. Dus... Niemand mag zomaar uw e-mails checken, dacht ik, of dat is toch beperkt, hè? Dus de privacy, of wat is het allemaal? GDPR-gewijs mogen ze in principe niet in de e-mails komen. Nee. Of uw files, dat is het allemaal, ja. Ja, nee, daar mogen ze in principe niet in kijken, maar zij mogen wel perfect zien een lijst van software die op de pc staat gaan controleren of die effectief legaal of illegaal is. Dus... Maar ik heb het nog maar één keer meegemaakt dat de douane erbij was. Hè. Dus, maar dat was ja, een vrij groot bedrijf. En ik denk dat we daar over een 70 of 80 laptops spraken. Dus, en daar was redelijk wat gekopieerd. Dus ja, die hebben een aardige boete gehad. Het moment dat je met die policy, IT-policy zit, waar je zegt je mag geen privégebruik maken van die laptop, ja, dan ben je ook ingedekt. Hè. Dan zijn die laptops 100% btw-kundig aftrekbaar. Hè.
Dat is dan een volledige beroepskost en kan daar geen privégebruik op bestaan. Want ja, ze mogen dat niet gebruiken voor de privé, dus kan er ook geen privégebruik zijn. Maar ja, de vraag is dan wat als ze dat wel doen. Hè? Dus als je zo'n IT-policy invoert en je laat werknemers bij hun indiensttreding dat ook ondertekenen, die IT-policy, maar ze gebruiken het wel voor privé, wat dan? Ah, wel, als ze het dan vaststellen, dan wordt de boete integraal doorgereikt aan de werknemer. Ja. Ja, ja. Okay. wie zijn gatbrand moet op... Dat de blaren zitten. Het is gewoon zo, ja, als je een contract ondertekent waar er staat van je mag geen privégebruik hebben van die laptop, is dat geen privégebruik. Datzelfde als een bedrijfswagen, als je in je carpolicy zet, het mag niet voor een bijberoep gebruikt worden, bijvoorbeeld. Ja, en ze stellen vast dat jij toch voor je bijberoep met die auto aan het rondrijden bent, ja, dan kan daar een boete opgelegd worden. Wat dat logisch is. Als je toestaat, ja, dan zit je met de beperkingen aan de bron. Dan zit je zelf als werkgever verantwoordelijk voor die btw-beperkingen en dergelijke meer. Als je zegt van, ja, we leggen de verantwoordelijkheid bij onze werknemer om het niet privé te gebruiken, ja, dan is het aan hun en dan zijn de gevolgen voor hun. Dus ze hebben daar zelf de keuze in, hè, op dat moment. Zeg, een eenmanszaak die een carpolicy maakt voor enkel voor werk te gebruiken, dat zal niet lukken, zeker? Nee, dat gaat niet lukken. Als je nu morgen een personeelslid in dienst neemt, kunnen we dat wel doen. Hè. Peter, dat kunnen we als eenmanszaak ook, hè. Dus nee, maar het is vooral belangrijk dat je zeker naar je werknemers, dat je ja, de beperkingen die jij fiscaal hebt of btw-kundig hebt, dat je die ook beperkt door naar hun toe de nodige contracten en dergelijke meer op te maken. Personenwagens. Ongeacht het beroepsmatig gebruik, hè, dus ongeacht of je die wagen 100% beroepsmatig gebruikt, is een btw maximaal 50% aftrekbaar. Een personenwagen. Zak je onder de 50% beroepsmatig gebruik, ja, dan ga je het werkelijk percentage moeten gaan toepassen. Dus stel dat ik zeg van oké, met een wagen, ik rijd daar 80% voor mijn eenmanszaak rond, dan ga ik de btw moeten beperken tot 50% aftrekbaarheid. Zeg ik van diezelfde wagen, ik gebruik die maar 40% voor mijn beroep, ja, dan gaat de btw-beperking moeten toepassen van 40%. Dan ga je maar 40% in aftrek mogen brengen en 60% niet. Maar alles wat er boven de 50% beroepsmatig gebruik is, wordt toch maar beperkt tot 50% aftrek. Ook niet, dus wordt niet gecheckt. Of ik mag, als ik anders mag zeggen, als je een tweede wagen hebt, is er voldoende bewijskracht wat kan aantonen dat je dan de werkwagen minstens 50% gebruikt? Je gaat gewoon moeten zien dat je voldoende kilometers op jaarbasis maakt. Want wat gaan zij doen? Je hebt eigenlijk drie soorten formules. Drie soorten zaken waar je kan gaan aantonen van oké, ik doe meer dan die 50%. Is effectief een kilometerregistratie. Dus effectief het oude boekje in een auto leggen en alle kilometers opschrijven en aanduiden waar je naartoe geweest bent. Wat beroepsmatig is en wat niet beroepsmatig. Dat is vrij omslachtig, maar dat kan je perfect doen. En dan kan je gaan aantonen, ik krijg meer dan 50% beroepsmatig. Ofwel zeg je, de vaste forfait gaan nemen. En de vaste forfait is eigenlijk dat je 200 dagen per jaar werkt. En je moet gaan kijken waar je maatschappelijke zetel gevestigd is. En waar je plaats van de werkstelling is. Dus als ik zeg van oké, ik woon in Bekkenvoort bijvoorbeeld. En ik heb mijn winkel in Leuven. Ja, dan heb ik alle dagen van Bekkenvoort naar Leuven, mijn verplaatsingen woon-werkverkeer. En dan ben ik privé-kilometers aan het doen met die wagen. Is mijn maatschappelijke zetel en mijn winkel op hetzelfde adres, heb ik geen woon-werkverkeer. En dan gaan ze gewoon 6000 kilometer privégebruik gaan toepassen. Dus je moet eerst gaan kijken, 200 dagen woon-werkverkeer gaan rekenen, plus 6000 kilometer. Dat samen is privégebruik. En dan moet je gaan ten opzichte van je totale kilometers gaan doen. Okay. Dus als ik het goed begrijp, als je van thuis werkt, is het gemakkelijker om aan te tonen. Als je geen woonwerk... Oké, dat is goed, dat is mijn geval. Ja, okay. Klopt. Dus dan zijn de meeste verplaatsingen gaan beroepsmatig zijn ten opzichte van je totale kilometers. In theorie, er zijn andere familieleden ermee rijden natuurlijk. Ja. Ja, dat heb ik niet gehoord, hè. Dat is geen probleem, hè. Je bent ook niet de inspecteur, natuurlijk. Voilà. Nee, wat ik eigenlijk toe wil komen, als je maatschappelijke zetel thuis is, dan moet je eigenlijk
meer dan 12.000 kilometer per jaar doen om boven de 50% beroepsmatig gebruik te zitten. Want ze rekenen sowieso 6.000 kilometer privégebruik met een wagen. Dus ja, moet je 12.000 kilometer doen met die wagen om boven die 50% te zitten. Wat wordt daar meestal aanvaard, is, zonder dat er al te veel discussie wordt gevoerd, hè, is naar BTW die 50% blijft staan, maar naar belastingen toe gaan ze 75% aftrek van kosten aanvaarden voor de wagen. Dus 75% beroepsmatig gebruik. Dus daar moeten voor de belastingen moeten niet zo fel gaan aantonen van oké, wat is zijn mijn kilometers. Dus ik had nog de derde methode, hè. Dus die hebt die forfaitaire-methode van die 6.000 kilometer. Ofwel de woon-werkverplaatsingen plus die 6.000 kilometer, gaat die kilometerregistratie. En het derde is dat je gewoon opteert om maar 35% van de BTW in aftrek te brengen. Dus mensen die met personeel werken bijvoorbeeld, die een bedrijfswagen hebben, waar dat je niet zeker bent of die personeelsleden voldoende beroepskilometers doen met die wagen, die beperken gewoon vanaf de eerste dag van de aankoop van die wagen de BTW-aftrek tot 35%. Zonder dat zij iets moeten gaan bewijzen van ze rijden toch meer kilometers of minder kilometers. Dus dat is gewoon een forfait van 35% waar je voor kan kiezen zonder dat je een andere beperking zou gaan toepassen. Dus dat zijn de drie zaken op welke manier dat je dat kan gaan berekenen. Zo, dat was het BTW-kundig verhaal. Jeroen, mag ik nog één ding vragen? Ja, natuurlijk. Frank viel ineens, die wijnaankoop, je hebt daar iets van gezegd, want ik dacht eens, Atja, ik koop best wel veel wijn aan in Frankrijk, beroepsmatig, maar dan is dat niet interessant voor de BTW. Dat heb ik toch goed verstaan, hè? De BTW-aankopen in Frankrijk, daar gaat Franse BTW op zitten. En die Franse BTW kan je niet in mindering brengen. Als je nu zegt, van ik koop die wijn aan om effectief als relatiegeschenk te geven, en je zit onder de 50 euro, ja, dan kan je eigenlijk beter die wijn laten leveren. Want dan is de BTW wel aftrekbaar. En dan win je eigenlijk de BTW op die flessen. Omdat je met een geschenk zit dat minder dan 50 euro exclusief BTW is. Dus dan ga je eigenlijk een intracommunautaire verwerving doen. Er wordt wijn verkocht. Dus eigenlijk, ik dacht dat dat interessanter was, maar dan kan ik dus beter de wijn gewoon in België kopen of laten leveren. Voilà. Okay. Ja, uiteindelijk, als jij in Frankrijk wijn gaat halen, dan moet je dat hier declareren aan de douane ook. Hè? Want jij moet je accijns daarop afdragen. Hè? Ja, dat doe je niet, hè? Dat doe je inderdaad niet. En dat is, maar dat, ik denk dat 99% van de mensen dat niet doet. Maar ik heb een aantal wijnwinkels in mijn klantenbestand. En die doen dat wel, hè. Die moeten dat wel declareren, hè. Die gaan wijn halen. Ja, maar dat zijn ook andere bedragen, waarschijnlijk. Die komen naar hier, die vragen die Franse BTW op dat moment terug. Maar die geven dan wel de accijnzen aan, hè. Die betalen dan de accijnzen op die wijn. Dus die regelen dat wel op die manier. Alright, goed, merci. Goed. Liedewij, ik denk dat wij een polletje hebben om even te zien van hoe goed zit vorige week erin en vandaag. Een aantal simpele vragen, dus je mocht die anders al opstarten. Als jij wilt. Normaal gezien zou het moeten zien zijn. Oké. Iedereen kan het ook invullen, maar ik kan klikken erop. Ik ga ervan uit dat iedereen ze ziet, hè, want ik heb nog geen antwoorden binnen, maar dat ligt misschien aan de vragen van Jeroen. Dat kan ook. Neem gerust uw tijd.
42% heeft gestemd, dus er zijn er nog een aantal. Word ik daar ook mee meegerekend? Vier van de zeven zie ik hier, dus ik denk het niet. Ja, dan gaan. Ja, oké. Okay. Ik kan het gewoon niet. Zes van de zeven. De eerste vraag, Jeroen, is al volledig ingevuld. Ja. Ah, en de tweede ook, zie ik. De derde ook, en de vierde ook. En de vijfde ook. En, ah, er is nog een zesde zelfs. En de zesde ook. Voilà. Hoe gaan we het doen? Mocht jij de vraag lezen en het antwoord geven aan Lidewijn? Dus vraag 1. Welke boekhouding dient een BV te voeren? Daarop heeft iedereen eigenlijk unaniem dubbele boekhouding geantwoord. Ja, dus dat klopt. 100%. Dat is een volledige boekhouding gezien die besloten vennootschappen. Die beperkt de aansprakelijkheid. Mm-hmm. Vraag 2. Welke dagboeken dienen er bijgehouden te worden bij een enkelvoudige boekhouding? Daarbij heeft één persoon het eerste antwoord aangevinkt, vier personen het tweede antwoord en twee personen het onderste antwoord. Ja, dus eigenlijk wat het daar had moeten zijn, is het aankoopdagboek, verkoopdagboek, financieel dagboek en inventarisboek. Dus één keer per jaar het inventarisboek en dan het aankoopdagboek, verstopdagboek. Van de zolder bij de antwoord? Was dat niet samenvatting kastboek of zo? Nee, ik denk dat er financieel dagboek stond in het antwoord. Liedewijk, kunnen jij nog zien? Dus financieel dagboek, aankoopdagboek, verkoopdagboek en inventarisboek. Ja, dus binnen het financieel dagboek zit uw kastboek en uw bankboek zit binnen uw financieel dagboek. Dat is eigenlijk uw globaal financieel dagboek. Dat was een beetje een strikvraagje. Okay. Welke aangiftes dient een eenmanszaak met een omzet groter dan 25.000 en kleiner dan 2,5 miljoen euro omzet in te dienen bij de BTW-administratie? Daarop had ook iedereen kwartaalaangifte BTW, BTW-listing. Ja, klopt. Klopt. Oké. Okay. Hoeveel BTW-tarieven bestaan er in België? Was ook unaniem 4. Ja. Mag ik BTW aftrekken, vermeld op een factuur van een restaurant? Daarop hebben 5 personen ja geantwoord wanneer dit kosten zijn gemaakt door een werknemer en 2 personen nee. Ja, dus de 5 personen hebben gelijk. Dus het moment dat een werknemer belast is met een levering van goederen of diensten en er is een factuurtje van, dan mag die in BTW in mindering gebracht worden. Klopt. En dan tot slot, mag ik BTW op investeringen volledig aftrekken? Daarop hebben 5 personen geantwoord ja, maar beperkt aan ratio van het beroepsgebruik of wettelijke beperking. En 2 personen ja, maar beperkt aan ratio van het beroepsgebruik. Ja, dus het is de beide. Het is zowel het beroepsmatig, die beroepsmatige beperking, als ook de wettelijke beperking. Dus zou er ergens nog een wettelijke beperking zijn op een aftrek van de wagen bijvoorbeeld, ja, dan gaan we die ook effectief moeten gaan beperken in die btw-aftrek. Hè? Dus die personenwagen, ongeacht of ik die 80% beroepsmatig gebruik, ik mag die in btw maar 50% aftrekken. Dus het is beide die eigenlijk van toepassing zijn. Oké. Okay. Ja, ik heb er nu intussen, kan de resultaten, denk ik, sharen voor wie u wil.
We kunnen die ook downloaden, Jeroen, maar ik weet niet of dat... Oh, nee, oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Zo belangrijk. Naar beneden zetten. Peter, je had ook nog een vraag gestuurd in verband met die code die je op je factuur zet, hè, met die internationale facturen die je zou opmaken. Hij heeft dan gezegd van oké, exempt from VAT, artikel 21, paragraaf 2. Dat is inderdaad die verwijzing naar plaats van de dienst. En de plaats van de dienst is inderdaad de plaats waar dat de eindklant gevestigd is. En dan is het zonder btw. Dus als je internationale facturen maakt, mag het zonder btw volgens dat artikelnummer. Er zijn een aantal paragrafen onder artikelnummer. Het zijn bepaalde diensten die onder de artikelnummer vallen. Dus moet je even kijken onder welk dat je juist valt. Verkoopscommissie. Ja, dat valt onder paragraaf 2. Maar al de rest, om het u gemakkelijk te maken, als jij gewoon zet van VAT reverse charge, ben je altijd correct. Hoef je zelfs geen referentie te doen of geen dingen te doen naar dat artikel naartoe. Goed. BTW-aangifte zelf. Hoe ziet die er nu uit op het moment dat we volgende week praktisch die BTW-aangifte hebben ingevuld? Ga je die moeten gaan indienen online? Online staat er eigenlijk heel weinig uitleg nog bij de vakken en bij de roosters. Dus wat heb ik gedaan, is eigenlijk gekeken van, oké, hoe was vroeger de papieren versie, voordat het allemaal online ging? En hoe gaat het nu online? En dat tegen elkaar gezet om te kijken van, wat moeten we waar invullen? Op de papieren versie stond iets meer uitleg. Dus we hier gaan kijken, we moeten gaan inloggen via Intervat. Je kunt gaan inloggen via je identiteitskaart of It's Me. Wat dat daar belangrijk is, het moment dat je inlogt met je identiteitskaart en in It's Me, is dat je onderneming gaat kiezen. Je kan daar in persoonlijke naam gaan inloggen, maar dan ga je geen btw-aangifte kunnen gaan indienen. Of je kan kiezen in naam van een onderneming. Moet je kiezen, ga je verder en ga je de lijst gaan krijgen voor de ondernemingen waar je btw-aangifte kan gaan indienen. Sommige mensen hebben nog volmachten in bedrijven, in verschillende bedrijven. Dan ga je daar al die bedrijven gaan krijgen voor waarvoor dat je een handeling kan gaan stellen naar btw toe. Eenmaal ingelogd, ga je moeten gaan kiezen, wil je inloggen in Intervat of wil je gaan inloggen in de one-stop shop? Dan kies je uiteraard voor de gewone btw-aangifte voor Intervat. En ga je het scherpje eronder gaan krijgen, waar dat je zegt het dashboard, waar je kan gaan kiezen, ik ga mijn aangifte via het scherm gaan doen, of ik ga mijn aangifte via een bestand gaan doen. Aangifte via scherm wil zeggen, van ik ga gewoon elk vakje van mijn btw-aangifte gaan doorlopen, scherm per scherm, stap per stap. Aangifte via bestand wil zeggen, ik heb een boekhoudprogramma, ik heb daar gezegd in mijn boekhoudprogramma, maak mij een XML-file van mijn btw-aangifte, dan ga je die file hier kunnen gaan opladen en ga je eigenlijk alle stappen gaan overslaan die we zelfs gaan zien en ga je onmiddellijk kunnen gaan tekenen en indienen van de aangifte. Zonder dat je nog gegevens bij moet gaan aanmaken. Dus uiteraard ga ik laten zien hoe dat je het moet gaan doen als je stapje per stapje moet gaan doen. Dan ga je eerst gaan kiezen van oké, ik ga mijn btw-nummer gaan ingeven. Ik ga daar aanduiden, het gaat over een periodieke aangifte gaan. Ik kan daar ook gaan kiezen, ik wil een klantenlisting indienen. Dat is die listing die we moeten gaan indienen met al die Belgische btw-plichtige eindklanten die waaraan dat jij verkocht hebt over het kalenderjaar. Dus dat moet ingediend worden tegen 31 maart van volgend jaar. Moet de klantenlisting van 2021 ingediend zijn. Ik ga een intracommunautaire opgave indienen. Als ik op het moment dat ik verkopen heb binnen de EU, waar ik zeg van een intracommunautaire leveringen aan gedaan heb, dan ga ik daar een lijst van moeten maken welke btw-nummer ik hoeveel verkocht heb. Dat gebeurt via de intracommunautaire opgave. VAT refund. Wat wil dat zeggen? Is dat ik btw betaald in het buitenland eventueel ga recupereren. We spraken daar straks van die wijn in Frankrijk waar we een btw niet konden op gaan aftrekken, omdat dat Franse btw was. Nu, als je dat heel vaak gaat doen,
dan kun je eventueel gaan zeggen, ik ga die een btw gaan terugvragen in het land van oorsprong, dus in Frankrijk. Wat moet je dan gaan doen? Is al je facturen gaan toevoegen, dat via hier doen, al die facturen gaan toevoegen en het totaal van het bedrag van de btw eventueel gaan terugvorderen. Wanneer doen wij dat? Ik heb bijvoorbeeld mensen die in Tsjechië bijvoorbeeld een opleiding zijn gaan volgen, die daar hotelkosten gemaakt hebben. Dat hotel heeft daar een factuur gemaakt waar dat btw op zit. Die btw hebben we hier teruggevraagd via de Belgische overheid en die gaat dat dan in Tsjechië gaan halen. Maar dat ging over een heel aardig bedrag btw. Het ging bijna over meer dan 700 euro btw, denk ik. Dus dan is dat de moeite waard. Ai, je moet boven bepaalde grenzen zitten voor bepaalde landen voordat ze terugbetalen. Dus voor 50 euro btw kun je die VAT refund niet gaan doen. Je kan op de site van Intervat kan je zelf ook gaan zien wanneer en in welk land je btw kan gaan terugvragen. Voor rata refund wil je gewoon zeggen, ik ga maar een gedeelte van mijn btw gaan terugvragen. Dus we hebben daar periodieke aangifte in aangeduid. Dan ga je naar de volgende stap gaan gaan. Dan ga je eerst gaan krijgen je verbetering van een voorafgaand document. Stel dat je btw-aangifte hebt ingediend en achteraf vaststelt, shit, die aangifte was niet juist. Ik heb iets mis ingetikt of dergelijke meer. Die is buiten. Ik heb nu vastgesteld of ik heb nog facturen bij binnengekregen waardoor die btw-aangifte foutief is. Dan kan je hier, als je de referentienummer van de vorige aangifte gaat ingeven, kan je een nieuwe btw-aangifte gaan indienen. Vroeger konden 10 btw-aangiftes voor hetzelfde kwartaal gaan indienen, zonder dat er een controle op was. En dan kreeg jij een mailtje of een brief of een telefoontje van de btw-controle om te vragen welke dat uiteindelijk de juiste aangifte was. Nu ga je elke keer zeggen, ah, de vorige referente, die mogen annuleren en die ik nu ingeef, is de juiste. Dus dan hebben ze iets meer controle. Wat gaat automatisch ingevuld worden? Op het moment dat jij ingelogd bent en gezegd hebt voor wie een btw-nummer wil ik een aangifte indienen, is de naam en het adres van de vennootschap of van de eenmanszaak. Je gaat je e-mail moeten ingeven, je telefoonnummer moeten ingeven. Je gaat de periode, ofwel de maand of het kwartaal gaan aangeven waar je gaat indienen. En dan ga je automatisch gaat de volgende stap dan gaan oplichten als je alles juist hebt ingevuld. En dan ga je naar de volgende stap kunnen gaan. Gevolmachtigde indiener hier. Op het moment dat je zelf gevolmacht bent om voor die eenmanszaak of die vennootschap de btw-aangifte te gaan doen, ga je dit niet moeten gaan aanduiden. Wie moet dat aanduiden? Zijn wij als boekhouder. Wij moeten hier gaan zetten, wij zijn de gevolmachtigde indiener. En ons gegevens hier gaan meegeven om die aangifte te kunnen indienen. Maar dus op het moment dat je gewoon volmacht hebt, ga je hier niet aanduiden, ik ben geen gevolmacht. Ga je hier aanduiden, geen gevolmachtigde indiener. Dan ga je moeten gaan zeggen, alle vakken gaan selecteren, of alle roosters gaan selecteren van de btw-aangifte die je wil gaan invullen. We gaan bij die vakken allemaal stilstaan, dus hier ga je die vakken allemaal gaan aanduiden en zeggen van oké, we gaan dat op deze manier gaan doen. We gaan die in gaan vullen. En dan gaan we verder gaan, we gaan ons vakken gaan invullen. Dan krijgen we nog een optie om het verhoudingsgetal gaan in te vullen. Daar ga ik u niet mee lastigvallen, dat is maar voor een heel beperkt aantal btw-aangiftes. Je kunt hier gaan aanvinken, ik wil geen klanten op te nemen in de klantenlisting. Dus als je op het einde van het jaar zegt, ik heb geen Belgische btw-plichtige klanten gehad, dan duid je hier gewoon de laatste aangifte van het jaar, duid je bij geen klanten op te nemen in de klantenlisting dat aan. En dan hoef je geen aparte listing meer gaan indienen. Je kan een aanvraag tot terugbetaling hier gaan aanduiden en je kan een aanvraag van een betaalformulier hier gaan. Die klantenlisting is, ben ik even kwijt wat dat... Ja, dat is eigenlijk uw lijst die je opmaakt van alle Belgische btw-plichtige klanten waarin je verkocht hebt het vorige kalenderjaar. Dus nu voor in 2022... Voor is ook particulieren? Nee, enkel btw-plichtige eindklanten. Oké, B2B. Ja. Dus als je geen btw-plichtige eindklanten hebt, ja, dan is het een NIHIL-listing en dan duid je dat hier gewoon aan. En dan hoef je geen aparte blanco-aangifte niet meer te doen. De volgende stap, dan ga je eventueel nog
bijlagen kunnen gaan toevoegen. Je kan nog commentaar gaan geven bij de BTW. Hè. Je kan daar gaan schrijven. Hoe komt het dat ik nu weer zoveel BTW moet betalen? En dergelijke meer. Nee, dat is om extra commentaar te gaan geven. Soms zijn er een aantal vakken waar dat je bepaalde bedragen hebt ingevuld die misschien een verantwoording nodig hebben. Bijvoorbeeld investeringen die je gedaan hebt. Stel dat je heel veel investeringen gedaan hebt, heel veel aftrekbare BTW. Kan je hier al die facturen gaan toevoegen en zeggen van ja, oké, het zijn zware investeringen geweest, vandaar dat we heel veel aftrekbare BTW hebben. Bijvoorbeeld, kan je hier al gaan inschrijven. Niet verplicht, hè. Je moet dat niet verplicht gaan toevoegen. Ja, ik had nu gekozen om het vierde kwartaal 2021 voor mijn eigen vennootschap in te dienen, om jullie de verschillende schermen te kunnen laten zien. Maar dan gaat hem natuurlijk de foutmelding gaan geven. De aangifteperiode moet afgesloten zijn om de aangifte te kunnen indienen. Dus ik kan voor het vierde kwartaal nu, kan ik nog geen aangifte indienen voor 1 januari 2022. Dus die veiligheden zitten er ook eigenlijk allemaal in, dat je zeker de juiste periode zou eens ingevuld hebben. Stel dat je zegt van ik heb per ongeluk het tweede kwartaal aangeduid. Als je het derde kwartaal wilt gaan indienen, dan gaat hij zeggen er is al een aangifte voor het tweede kwartaal gebeurd. Dus je gaat altijd wel een melding geven, zodanig dat je dat kan opvolgen. Ga je hier naar de volgende stap gaan, als je hier geen foutmeldingen geeft, dan krijg je een PDF-documentje van je aangifte. En daar staat gewoon tekenen en indienen. En dan gaat hij gewoon, ga je daarop klikken. En gaat hij automatisch op basis van uw inloggegevens van uw identiteitskaart of uw NITSMI, gaat hij dat document gaan ondertekenen. En dan is uw aangifte definitief ingediend. Ik heb al laatst. Heb je geen voorbeeld van dat PDF-documentje? Dat is misschien vertrouwelijk, maar hoe dat eruit ziet? Nee. Of de format? Omdat ik hier niet verder kan, Peter. De format is eigenlijk gewoon alle gegevens die je ingevuld hebt, gewoon samengevat op één documentje. Ja, maar dat is omdat eigenlijk mijn boekhouder dat doet. En ik vraag me af of ik dat document ken of moest je ergens iets kunnen vinden. Ja, doorsturen zou me interesseren. Ja, ik ga sowieso de BTW-aangifte in detail bespreken en dan gaan we elk vak gaan zien. Okay. En dan weet je in welk vak. En dat gaat de samenvatting ook zijn in dat PDF-documentje. En mag je dan jouw boekhouder ook niet opvragen? Ja, die gaat. Wij sturen in principe naar elke klant, als de BTW afgewerkt is, sturen wij de BTW-aangifte met de afrekening door. Ja. Dus, en dat is eigenlijk dat documentje samengevat, maar dat gaan we nu in detail gaan zien. Want ik heb destijds wel wat gekregen, maar ik wist niet, dat was dat de boekhouder zijn intern document, administratie, of was dat hier van de overheid officieel? Ja, je hebt verschillende formats eigenlijk. Hè. Elke boekhoudpakket gaat dat wel op een andere format laten zien. Maar de meeste gaan, gelijk dat ik het zo dadelijk ga laten zien, gaat het zo gaan weergeven volgens de aangifte die bestaat. Maar ja, het is altijd anders. Sommigen laten ook de tekst van de vakken weg en dergelijke meer. Ja, het is niet altijd even gebruiksvriendelijk, denk ik. Niet alle programma's zijn even gebruiksvriendelijk, dat klopt. België, hè, Peter. Ja. En een overzicht van een BTW-aangifte. Ik zal u zelfs. Ik heb nog een PDF-documentje, ik kan dat zo een keer opzoeken, dat ik dat kan laten zien. Hoe dat eruit ziet als je dit niet hebt. Waar dat eigenlijk op neerkomt, is dat je zegt van oké, ik ga mijn verschillende vakken gaan invullen. En we hebben daar juist gezien, van aan de hand van de BTW, van uw BTW-nummer, gingen we al een aantal gegevens gaan invullen. Nu, als je dat op papier gaat doen, dan ga je eigenlijk deze vakken allemaal gaan krijgen. En die komen in grote mate overeen hoe dat we juist online die gegevens hebben ingevuld. Dus daar ga ik ook vrij snel overgaan. Hè. Wat er veranderd is online. Vroeger had je je BTW-aangifte, je moest je naam gaan invullen en je moest eigenlijk al aangeven voor welk kwartaal of welke maand dat je aangifte ging. En dan moest je ook al op het eerste digitale bladje, ook als je online ging, moest je al gaan invullen of je een aanvraag tot terugbetaling wou doen. Dus als je BTW te goed hebt, als je dat aanvinkt, aanvraag om terugbetaling, dan wordt een BTW teruggestort naar u. Duid je dat niet aan, wordt het niet teruggestort. Dan blijft dat op een soort lopende rekening bij hun staan, maar wordt het niet teruggestort. Nu, vroeger zetten ze dat op het eerste blad. Wat wil dat zeggen? Je weet pas het laatste blad van je BTW-aangifte, weet pas of je terugkrijgt of moet betalen. Ja, en dan werd er heel vaak vergeten om dat vinkje te zetten voor die terugbetaling te vragen.
Nu heb je gezien, wanneer moesten we dat gaan aanduiden, is nadat we alle vakken hadden ingevuld, moeten nu pas online gaan aanduiden of je terugbetaling vraagt of niet. Dus dat hebben ze dan daar toch wel veranderd, omdat er vaak fouten tegen gemaakt werden, hè, waardoor dat je dan geen terugbetaling kreeg. Dus niet aangevinkt is geen terugbetaling. Daar komt het. En is dat zo dat wanneer dat je als genootschap een BTW-terugbetaling aanvraagt, omdat je inderdaad ziet van, amai, ik heb hier meer te goed dan dat ik... en dat je dat wil terugvorderen, dat je dan toch wel nauwgezet opgevolgd wordt door de BTW? Of nu, nauwgezetter dan andere genoten? Op zich is dat fabeltje? Ligt het heel vaak aan de sector waar je in zit. Ja. En bijvoorbeeld de bouwsector zit je met heel veel aankopen 21% en verkopen aan 6%. Dus heb je meestal BTW tegoed, dan gaan ze niet snel een controle gaan doen. Stel dat ik nu, ja, ons accountantskantoor bijvoorbeeld, dat we daar in één keer terugvorderbare BTW hebben, dat gaat in de gevallen zijn als we zware investeringen gedaan hebben. Dan gaan we BTW terugvorderen. Ja, dan loop je natuurlijk in de kijker. Als je het dan terugvraagt, dan gaan ze zeggen, ja, maar geef een keer een detail van die investeringen die je gedaan hebt. Dus er zijn een aantal triggers waar je een vraag en benichtigingen over krijgen, maar als het aan uw sector normaal is dat er BTW terug te vorderen is, dan gaan ze daar weinig controles op doen. Dus. Dus ik heb hier... Dit zijn de vakken zoals ze vroeger online stonden. Dat ze vroeger digitaal via die intervat gingen. Maar hier staan nog alle omschrijvingen bij die vakken. En dat vind ik eigenlijk interessanter. Als dat je gewoon krijgt dat je moet gaan aanduiden welke vakken, en dan zie je niet meer welke omschrijvingen dat zijn. Dus vandaar dat ik deze nog gebruikt heb. En het eerste is eigenlijk al je uitgaande handelingen die je moet gaan aangeven. Concreet wil dat zeggen, alle uitgaande facturen die jij gemaakt hebt, moet je gaan inschrijven in één van deze roosters. Dus je maakt een verkoopfactuur, die verkoopfactuur komt in één van de roosters. Je gaat zelf zien bij de aankopen, is dat anders geregeld. Daar kan een document soms in 2 of 3 roosters terechtkomen. Nu, een verkoop komt gewoon in 1 van deze roosters. Heel simpel. Handelingen onderworpen aan een bijzondere regeling, die komen in rooster 00. Welke zijn dat? Is het gedeelte vrijgesteld van BTW bij verkoop van tweedehandswagens. Dat zit daarin. De verkoop van kranten. De verkoop van tabak, dat komt in rooster 00. Daar zitten een aantal bijzondere regelingen aan. Want op tabak wordt ook geen BTW gerekend. Daar wordt gewoon accijnzen op gerekend. Dus die komen in rooster 00. Dan rooster 01, 02 en 03. Daar komen alle verkopen die ofwel aan 6% zijn, 12% of 21%. Dus de facturen die je maakt aan 6% komen in rooster 01. Facturen die je maakt aan 12% komen in rooster 02. En de facturen die je maakt aan 21% komen in rooster 03. Welke bedragen komen daar nu in rooster 01, 02 en 03? Zijn de bedragen exclusief BTW. Dus de BTW die je aanrekent gaat zelfs bij de verschuldigde belasting verwerkt worden. Het bedrag exclusief BTW komt hier in een van deze 3 roosters. Dus dat zijn de standaard roosters die je gaat invullen als je gewoon Belgische verkopen hebt, zonder dat er een speciale regeling rond is. Dan heb je rooster 44. Wat komt daarin? Zijn alle diensten waarvoor de buitenlandse BTW verschuldigd is door de medecontractant. Wat wil dat zeggen? Onze intracommunautaire leveringen. Dus onze levering van diensten binnen de EU aan een andere belastingsplichtige. Die komen in rooster 44. De levering van diensten. Ja? Alle handelingen medecontractant met een bouw, hè, onze werkend onroerende staat, dat artikel 20 van KB1, al die bedragen die je daar volgens dat regime factureert, komen in rooster 45. Rooster 46 komen alle intracommunautaire levering van goederen, dus niet van 44 was diensten, 46 is goederen. Dus al die levering van goederen binnen de EU aan een BTW-belastingsplichtige eindklant. Rooster 47 is zo'n beetje het afvalrooster.
Wat komt daarin? Is alles wat je uitvoer factureert. Dus alles wat dat niet intracommunautair is. Dus dat vrijgesteld is BTW. Volgens bepaalde artikelen van het BTW-wetboek. En dat je niet kan gaan toewijzen dat het intracommunautair of medecontractant zou zijn. Dat komt in 47. Dus alles wat je niet daar kan, in die andere drie roosters kan gaan zetten, komt in rooster 47. Rooster 48, daar komen de bedragen van de creditnotas die je hebt opgemaakt. De creditnotas die je hebt opgemaakt, de facturen die ingeschreven zijn in rooster 44 en 46. Wat kwam er in rooster 44 en 46? Intracommunautaire levering in diensten in rooster 44, goederen in rooster 46. Dus de creditnotas op facturen die je daar hebt ingeschreven, die komen in rooster 48. Alle andere creditnotas die je opmaakt, komen in rooster 49. Je moet ook nergens een minnetje zetten, dus het komt daar allemaal gewoon in positieve bedragen in. Dus ook voor die creditnotas komt gewoon het positieve bedrag in je rooster. Dus dan ben ik ondertussen al een aantal slides verder. Dit heb ik daar juist gehad. Heb ik hier nog iets speciaal? Dus je hebt medecontractant. Tweede notas, dat heb ik allemaal gezegd. En dan komen we eigenlijk bij onze inkomende handelingen. Inkomende handelingen, ons aankoopfacturen. Waar gaan we die gaan inschrijven? Voor elke aankoopfactuur die je binnenkrijgt, wordt rooster 81, 82 of 83 ingevuld. Dus ongeacht of het een factuur, een ticketje is, het komt in de rooster 81, 82 of 83. Elke factuur. En daarna gaan we eventueel gaan opsplitsen. Als het iets speciaals is, gaan we dat in een van die andere roosters gaan vermelden. Dus wat komt er in rooster 81? Het zijn alle facturen die we binnenkrijgen die handelen over handelsgoederen, grond- en hulpstoffen. Handelsgoederen, die goederen die je aankoopt om verder te verkopen. Ik koop in de bouw bijvoorbeeld, ik ga cement aankopen, ik ga bakstenen aankopen. Ik ga dat gebruiken om een muurtje te gaan metsen voor mijn klant. En wel, dat is een aankoop van handelsgoederen of van hulpstoffen of van grondstoffen, zodat ik dat muurtje kan gaan zetten. Dus die aankopen van die bakstenen en van die cement komen in rooster 81. Nu, ik koop een truweel of een waterpas om te kijken of mijn muurtje recht staat. Ja, dat zijn geen handelsgoederen. Ik ga die waterpas niet gaan doorverkopen aan mijn klant. Ik ga die waterpas gaan gebruiken. Dan moeten we gaan kijken. Is dat een waterpas die meer dan 1000 euro exclusief BTW is? Dus dat je zegt van, oké, ik heb een dure waterpas gekocht, waardoor dat je daarop moet gaan afschrijven, dat dat een investering is voor mijn bedrijf. Dan is dat een bedrijfsmiddel, dan komt dat in rooster 83. Is die waterpas goedkoper dan 1000 euro, is dat gewoon een divers goed en komt dat in rooster 82. Dus, handelsgoederen, alles wat je gaat gebruiken om door te verkopen, of wat je gaat gebruiken waardoor dat je iets kan gaan doorverkopen. Bedrijfsmiddelen, die zaken boven de 1000 euro exclusief BTW, die langere termijn, langere tijd in je onderneming gaan zijn, waar je op gaat afschrijven, komen in rooster 83. En rooster 82 komen eigenlijk alle andere facturen, die je niet in rooster 81 of 83 kan hebben. Ook creditnotas komen in 81, 82 of 83. Maar die komen daar wel in min. Dus stel dat je een creditnota handelsgoederen krijgt, ga je die in min gaan inschrijven in rooster 81, zonder onder nul te gaan. Dus er mag uiteindelijk in de totaalsom in rooster 81 geen negatief bedrag staan. Maar je moet de creditnotas wel in min van dat vak zetten. Dus stel dat ik nu zeg van, ik heb geen aankopen gehad dit kwartaal, maar ik heb wel een creditnota van handelsgoederen ontvangen, dan ga ik die fictief gaan inschrijven in rooster 81, want ik mag daar niet onder nul gaan. En ik ga daar gaan doorschuiven tot ik een kwartaal heb waar ik terug een rooster 81 heb met een saldo waar ik het dan van kan gaan aftrekken.
Dus het komt altijd in min van 81, 82, 83 met betrekking tot de factuur, hoe dat de factuur vorige keer is ingeschreven. Die creditnotas, die gaan we ook gaan inschrijven in rooster 84. Als het over intercommunautaire verwervingen gaat, hè, rooster 86, 88 gaan we ze niet zien. Dus correcties op die vakken intracommunautair gaan in rooster 84 komen in plus. Rooster 85 komen alle andere creditnotas. Rooster 86 en 88. Daar komt de intercommunautaire verwerving van goederen in rooster 86. De intercommunautaire verwerving van diensten in rooster 88. Dus ik krijg een factuurtje van een Nederlandse accountant. Die heeft diensten aan mij geleverd, factuurtje zonder btw. Ik schrijf dat factuur in rooster 82, want het zijn diensten en diverse goederen. En ik schrijf dat factuurtje in rooster 88, want het is een intracommunautaire verwerving van diensten. Ik haal goederen bij een bouwbedrijf in Nederland. Ze gaan dat aan mij leveren, intracommunautaire levering van die goederen. Die factuur zonder btw. Ik schrijf die factuur in rooster 81, want het zijn handelsgoederen. Ik schrijf die factuur in rooster 86, want het is een intracommunautaire verwerving van goederen. Dus die zijn bij inkomende handelingen kunnen 2 tot 3 vakken ingevuld worden. We gaan dat volgende week zeker praktisch zien in die btw-aangifte. Dat het soms kan zijn dat je 3 roosters zelfs moet gaan in. Rooster 87 zijn alle andere handelingen waarover dat wij btw verschuldigd zijn. Stel, ik koop software, ik download software van een Amerikaanse softwareverkoper, dan ga ik effectief dat factuurtje inschrijven, rooster 82. Ik ga dat factuurtje inschrijven, rooster 87. En ik ga de btw straks gaan verwerken, verschuldigd en aftrekbaar. Dat gaan we dan zoiets ook zien in dat pak. Dus dat is gewoon het uitgeschreven gedeelte wat ik nu juist verteld heb. Ik ga die slides krijgen, hebben jullie al gehad, dus denk ik ook. Hè. Zaten die er niet bij? Dan moet ik eens even aan Jolien vragen, want ik had het anders meegestuurd van de btw. Verschuldigde belasting. Dus we hebben daar in ons uitgaande handelingen, hadden we rooster 1, 2 en 3. De verkopen aan 6%, 12% en 21%. De btw daarop komt in rooster 54. In rooster 55 komt de verschuldigde btw van ons intracommunautaire verwervingen. Dus onze intracommunautaire verwerving van goederen of van diensten. De 21% die we daar fictief op moeten gaan berekenen, want we hebben een factuurtje zonder btw gehad, die 21% die we verschuldigd moeten maken, komt in rooster 55. In rooster 56, daar komt alle btw die we verschuldigd zijn over rooster 87. 87 was dat buitenlands factuurtje van die software. Maar is evengoed facturen die we gekregen hebben van een aannemer die een medecontractant voor ons iets gedaan heeft. Komt ook in rooster 87. En die btw daarop komt in rooster 56 die we verschuldigd maken. Rooster 57 is een btw op invoeren met verlenging van heffing. Heel kort, mensen die heel veel invoeren via de douane, die kunnen ervoor kiezen om de btw aan te geven in hun aangifte en niet meer te betalen aan de douane zelf. Die gaan dan hun btw verschuldigd maken hier in rooster 57. Maar dan gaan we al over 250.000 of 300.000 euro aankopen qua invoer. De eerste keer dat ik het zie, zie ik het woordje verlegging erin. Ik heb al dieper gezien btw verlegd, maar ik heb het nooit echt Nederlandstalig begrepen. Ik begrijp nu al iets meer waar het woordje verleggen vandaan komt eigenlijk. Hè. Ja, we gaan eigenlijk de btw verleggen naar de ontvanger van de facturen. Nou. Rooster 61. Rooster 61 zijn regularisaties die we doen in het voordeel van de staat, dus rechtzettingen die we gewoon doen. Stellen we vorige btw-aangifte
de BTW afgetrokken hebben voor 100% de personenwagen. We zijn de cursus vandaag komen volgen en zeggen van oei, ja, ik had dat factuur kunnen BTW niet 100% mogen aftrekken, het was maar 50%. Ah wel, die rechtzetting van die aftrekbare BTW van vorige keer is in het voordeel van de staat, mag je in rooster 61 gaan invullen. Dus dat is een correctie op iets wat je in het verleden niet correct hebt aangegeven. Rooster 63 is de verschuldigde BTW op ontvangen creditnota's. Dus ik heb een creditnota gekregen van een leverancier. Dat is een correctie van een voorgaande factuur waar ik BTW op afgetrokken heb. Dus een BTW op die creditnota moet ik gaan terugstorten naar de Belgische staat. Dus dat is een rooster 63 op te nemen. Rooster 65 is niet in te vullen. En dan hebben we eigenlijk ons totaalbedrag van onze verschuldigde BTW die we moeten gaan doorstorten naar de staat. Dan de aftrekbare BTW. Rooster 59. Daar komt alle aftrekbare BTW. Dus op alle facturen, ongeacht of het intercommunautair is, of het medecontractant is, of het een factuur handelsgoederen, diensten of diversen is, maakt allemaal niet uit. Die aftrekbare BTW erop komt in rooster 59. Rooster 62 komen correcties in het voordeel van uzelf als belastingplichtige. Dus in het nadeel van de staat. Stel dat ik vorig kwartaal gezegd had van oké, de BTW op mijn gsm-factuur, ik ga die niet aftrekken. En ik ben de cursus komen volgen, ik zeg, ik mag tot 75% gaan aftrekken. Ik ga die nu wel aftrekken als correctie. Mag dat in rooster 62 zetten. Weet wel, als je rooster 62 invult, dan is in het nadeel van de staat. Daar vragen ze wel regelmatig op wat dat daar effectief wordt in opgenomen. Dus als daar grote bedragen in opgenomen worden, dan vragen ze daar toch een toelichting van voordat ze de BTW eventueel zouden terugbetalen. Rooster 64 is een BTW die jij zelf hebt gecorrigeerd via een creditnota naar uw klanten toe via een creditnota. Dus de BTW op de uitgereikte creditnotas komt in rooster 64. En dan weten we eigenlijk het saldo van onze aftrekbare belastingen. Doen we verschuldigd min aftrekbaar, dan weten we of we moeten betalen of terug te krijgen. Moeten we betalen, is het rooster 71 in te vullen. Krijgen we terug, is het rooster 72 in te vullen. Rooster 91, daar ga ik zelfs niet meer over uitweiden, want daar heb ik is er een circulaire over verschenen dat het voorschot volledig zou wegvallen van de BTW. Dus dat rooster 91 gaat niet meer gebruikt worden naar de toekomst toe. Dus daar ga ik dan ook geen uitleg aan geven, want dat was meestal de moeilijkste uitleg ook, want dat is een heel berekening die je daar moet gaan doen. Dat valt dan volledig weg. En hier zat je dan ook met die nihil klantenlisting. Dat was daar straks ook weer een apart vinkje op het einde waar je naar kon gaan kiezen. Die commentaar heb ik daar straks ook laten zien, dat je die bijlagen eventueel kon gaan toevoegen. En als je dan je aangifte hebt ingediend, dan ga je hier gaan zien, dan krijg je zo, hoe heb je het ingediend, hè, via het scherm. Je krijgt je referentie, hoeveel aangiften je hebt ingediend, de datum dat je hebt ingediend, periodieke aangiften heb je ingediend, dat het succes is. En dan heb je hier PDF-documentje dat je kan gaan downloaden. Je hebt een XML-documentje eventueel om in je boekhoudpakket gaan op te laden als bevestiging van je ontvangst. Dus je hebt daar een aantal mogelijkheden om een aantal zaken te kunnen gaan downloaden. BTW-voorschotten. Ja, hoort mij daar juist zeggen van rooster 91 is niet meer toepasbaar. Dat gaat ook volledig wegvallen, deze slide. Dus we gaan ons daar niet mee bezighouden om daarover uit te rijden. Goed. Dan ben ik er rond voor vanavond. En volgende week gaan we dan heel concreet die BTW-aangifte zien. Op welke manier dat we die gaan invullen. Praktisch met facturen bij de hand. Goed. Ik dank jullie voor jullie aandacht vanavond. En tot volgende week. Ja, Peter. Ja, zo ben ik. Maar ik stel toch de vraag. Ik heb gezien, u hebt of in dat pakket aangifte, heb je eerst met de inkomsten bezig geweest en dan met de onkosten, zal ik zeggen. Hè. Volgens de staat. Als je van links naar rechts ging. Ja, maar ik wil maar zeggen, het build-to-box verhaal, die start dan eerst met de onkosten en dan met de inkomsten. Het is niet zo kritisch, maar dat staat daar vast in. Ik vroeg me gewoon af,
Is dat een keuze? Ik weet dat dat maar een keuze. Dat is een keuze die zij gemaakt hebben, denk ik. Ah, ja. Maar... Dus niet aan dat boek, gezonde boekhouders bijvoorbeeld met de kosten eerst starten of zo, dan niet? Of gezonde, nee, ik begin, als ik persoonlijk kijk, begin ik meestal met de inkomsten. Lijkt me normaal, ja, maar goed, oké. Okay, ja. Ja, maar nee, ik weet met een collega die het boekt altijd eerst de aankoopfacturen. Eerst alle onkosten. Ik zelf begin eerst met de verkoop, want ik wil graag weten of mijn klant geboerd heeft voorbij kwartaal. Ja. Ay, dat is een verschil. Ja, dat is een verschil. Ja, dat is, okay. Maakt eigenlijk niet uit, maar wat hij nee, heeft. Dat weet ik. Maar ik dacht dat er een goede manier van werken was, maar dat ik dat niet eens bij Bildeboeks anders zat dan hoe het in mijn hoofd in elkaar zat, maar ik hoor dat er... Het kan verschillend zijn, ja, oké. Okay. Ja, billet bijvoorbeeld, heb je eerst uw uitgaven staan en dan uw inkomsten. Er zijn nog zo'n aantal, ja. Het is altijd afwisselend, het is nooit dezelfde lijn, laat me zo zeggen. Ik heb ook nog twee kleine vraagjes. Ja, tuurlijk, maar nee. Worden de opnames die nu genomen worden van deze lessen, worden die... verdeeld onder ons? Kunnen wij die downloaden achteraf om zelf nog eens te bekijken? Of? Normaal gezien is die van de vorige sessie al doorgestuurd geweest. Ah ja, okay. En ik denk dat die dan een week geldig of twee weken geldig is. Dat zal via WeTransfer gebeurd zijn, inderdaad. Maar ik kan anders aan Jolien vragen dat ze zowel de vorige sessie als die van nu deze week deelt met jullie. Ja. Ja, daar stond inderdaad een link, want ik heb die ook. Ik stond een kopie, denk ik. Ja, ah, ja, maar dat komt bij mijn man terecht in zijn mailbox. Als vermoed. Ah, okay. Dat heb ik nog niet ontvangen. En het tweede vraagje is, gaat dat ook in de opleiding aan bod komen om een meest efficiënte kostenstructuur, en zicht te krijgen op wat dat de meest efficiënte kostenstructuur is voor inkomende facturen dat je hanteert als vernootschap? Ik ga sowieso wel met de kosten stilstaan, maar om die efficiënte koststructuur ga je eigenlijk met je minimum algemeen rekeningstelsel, dat gaat je een basis al zijn. En gaan we daar even bij stilstaan? Ja, we gaan daar sowieso... Daar ik had dat ondervalt. Eigenlijk vanavond nog als bijlage voorzien, maar ik zie dat het al 8:55 is. Dus ja. Maar ik ga dat sowieso meenemen, want we gaan nog over de jaarrekening spreken de vierde avond. Dus daar komt dat sowieso in terug. Ah ja, oké. Okay. Top. Cool. Dank je. Oké, okay, graag gedaan. En dan wens ik iedereen nog een fijne avond. En dan... Okay. Goedenavond. We zien elkaar volgende week. Dag. Dank je wel. Tot ziens. Dag, ja. Bedankt. Voilà, Jeroen. Ik ga de opname hier downloaden.